Welkom bij de Reunie. Welkom bij 40 jaar onbegrensde ontmoetingen. Welkom op de verjaardag eigenlijk van Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland, ofwel NOB. Goedemiddag kijkers in Nederland, goedemorgen kijkers vanuit Zuid-Amerika en goede avond kijkers vanuit Azië. Fijn dat jullie van over de hele wereld zijn ingeschakeld om dit feestje hier vandaag mee te vieren. NOB bestaat 40 jaar en daar staan we vandaag bij stil. Er zijn gasten hier live in de studio. We hebben gasten via het scherm van over de hele wereld. Er is een optreden, er zijn filmpjes, er gebeurt van alles. Maar het belangrijkste misschien wel zijn jullie thuis of op school of op kantoor. Want we zijn hartstikke interactief vandaag. Jullie kunnen je vragen stellen, jullie kunnen meepraten. Jullie kunnen nog vragen beantwoorden. Er komt van alles voorbij, ga ik zo meteen meer over uitleggen. Komende anderhalf uur hebben we een vrolijk programma vol speciale gasten. Leerlingen, ouders, leraren, schoolleiders, ambassadeurs, onderwijsexperts, samenwerkingspartners, ik moet het goed zeggen natuurlijk, het NOB zelf. En ik heb begrepen dat er ook iets gaat gebeuren met Hare Majesteit de Koningin, maar volgens mij mag ik daar officieel nog niks over zeggen, dus ook daarover straks meer. Voordat we hier gaan beginnen, wil ik jullie graag voorstellen aan ja, eigenlijk een beetje de koningin van het NOB, directeur Linde van den Bos. Welkom. Goed dat je er bent. Goedemiddag. Ik mag je zeggen, toch? Jazeker, jazeker. We hebben allemaal, iedereen die hier vandaag is, we hebben allemaal coronatesten gedaan. Ja, iedereen is heel, ja, hoe moet ik het zeggen, heeft geen corona. Nee. We voelen ons allemaal heel positief. Juist. Maar we zijn juist negatief. Ja. Zo moet ik het zeggen. Klopt. Gefeliciteerd met jou en jullie verjaardag. Dank je wel. Een beetje feestelijk. Nou, eigenlijk best. En zeker in deze prachtige omgeving. Ja, heel feestelijk. Ja. Heb je het al een beetje gevierd vandaag? Een heel klein beetje. Al taart op, taartjes? Nee, maar ik weet wel dat er taart in het vat zit. Oh, oké. Nou, daar kunnen we ons vast op verheugen dan natuurlijk. Precies. Hey, als eerste vraag eigenlijk aan jou en aan jullie. 40 jaar. Mooi jubileum. Absoluut. Maar eigenlijk was afgelopen jaar, ja, misschien ook voor jullie wel een beetje het gekste jaar. Ja, dat klopt. Maar eigenlijk was het voor NOB ook wel een jaar waarin we ook konden laten zien waarin we sterk waren. Namelijk werken op afstand. Want dat doet NOB natuurlijk al 40 jaar. Dus ja, het was moeilijk. Het was vooral moeilijk, denk ik, voor onze scholen. Want die hebben wel te kampen gehad met de nodige problemen. Het is al niet eenvoudig als je steeds van de ene op de andere dag van fysiek onderwijs naar online onderwijs moet. En dan weer terug en dan weer terug de andere kant op. Dus dat was niet eenvoudig. Daar komen voor onze scholen nog extra problemen bij, want in het buitenland, nou, er waren heel wat leerlingen bijvoorbeeld die hals over kop verstek moesten laten gaan, omdat hun ouders terug naar Nederland gingen, terug naar Vlaanderen gingen, omdat bedrijven ook werknemers terughaalden naar Nederland en naar Vlaanderen om veiligheidsredenen. Dus het was geen gemakkelijk jaar voor die scholen. Dus nou ja, des te meer reden om hier vanmiddag toch ook een mooi feestje te bouwen en die mensen overal wereldwijd een hart onder de riem te steken. Is dat ook een beetje het doel van vandaag? Nou, eigenlijk wel. Ja, een feest, deels op afstand, deels online, maar echt om te laten zien, dit is ook jullie feest. Want we doen het. Het is prachtig dat we bij NOB met 25 mensen in Voorburg werken. Maar we doen het natuurlijk voor die duizenden leerlingen en hun ouders en hun leraren wereldwijd. Precies. Wat vind jij het belangrijkste van vandaag? Belangrijk vandaag, nou, vind ik eigenlijk ook wel dat netwerk te zien is. Dat die leraren te zien zijn, dat die leerlingen te zien zijn. Maar ook dat we binnenland en buitenland meer bij elkaar brengen. Dat we laten zien wat we over en weer voor elkaar kunnen betekenen. Dus dan is het vandaag voor mij geslaagd. Als we dat aan het einde van de middag vaststellen, dat we echt over en weer iets voor elkaar kunnen betekenen.
We schuiven hier vandaag leerlingen aan, leraren, ambassadeurs. Ja. Ja. Zijn een hoop mensen. Wil je er ook iets uithalen vandaag? Nou, dat hoop ik wel. En zeker ook van de mensen thuis? Zeker, zeker. Want ik denk, juist door hier met z'n allen samen te zijn, maken we ook een verschil. Dus ik hoop zeker dat we hier aan het einde van de middag denken, dat nemen we mee, daar gaan we iets mee doen. Daar ga ik je aan houden. Daar komen we op terug straks. Straks aan het eind. Goed zo. Ja, dus goed opletten vandaag. We zijn toch een beetje op school natuurlijk. Dus goed opletten, Linda. Ik let op. Ja, ik let op. Ik ga mijn best doen. Het is een eer en een feest om hier vandaag aan mee te werken. Omdat ik werk als kindercorrespondent. En ik probeer de stem van de jeugd op zoveel mogelijk plekken over de hele wereld te laten horen. Dus dat zijn mooie raakvlakken ook hier met Stichting NOB. Dat deed ik vroeger trouwens voor het NOS Jeugdjournaal. En daar heb ik echt geleerd dat kinderen en jongeren veel meer te vertellen hebben dan eigenlijk de meeste grote mensen denken. Dus kinderen, ik weet dat er kinderen zijn op verschillende plekken die vandaag ook meekijken. Laat jullie stem horen. En dat geldt vandaag trouwens ook een klein beetje voor de grote mensen. En dat stem laten horen, dat doen we vandaag via de Mentimeter. En dat kan je doen via een tweede scherm. Dus als je nu kijkt op je laptop, pak even je telefoon of je tablet erbij. En log daar eventjes in op menti.com. Of je kan hier de QR-code kan je scannen. En dan logt die automatisch in. Als je daarop inlogt, dan moet je een code invoeren. En die code is 16768853. 16768835. 8835. Ja, ik moet 3, hem wel 5. Goed zeggen. Ja. Oh, ik ben een ramp ben ik met cijfertjes, maar dat geeft niet. 16768835. Want als je een verkeerde code invoert, dan kom je ineens bij een heel ander programma terecht. En dat willen we niet hebben natuurlijk. Als het goed is, zien jullie daar dan meteen de eerste vraag. En de eerste vraag waar wij heel erg benieuwd naar zijn. Vanuit welk land zijn jullie aan het kijken? Kijken jullie op dit moment? Voer dat trouwens in eventjes met één woord. Dus niet invoeren. Ik ben op dit moment aan het kijken vanuit... Dus gewoon even één woord, de land of de stad waarvanuit je aan het kijken bent. Het grootste deel zal trouwens Nederland zijn, denk ik. Oh, kijk, daar komen de eerste al. Daar heeft ook iemand de code ingevoerd. Ja, heel goed. Welke landen... Oh, we zien al. Nederland, Verenigde Staten, Maleisië, Polen, Mexico, Nigeria, Duitsland, Turkije, Ierland, Bulgarije. Hoe vind je... Ik vind het prachtig. Ja, moest kijken. Overal vandaan. Want in hoeveel landen? Elk continent bijna. Ja? Zitten jullie op alle continenten? Behalve Antarctica? Ja. Ja? Behalve Antarctica zitten wij op alle continenten. Dus Australië, Klopt. Zuid-Amerika... Klopt. Ja, allemaal. Allemaal. Duitsland, kijk, je ziet ze allemaal wat, komen. Zie ik nog wat geks voorbij komen. Singapore is er ook bij. Tanzania... Qatar, USA, Maleisië. Nou, we zitten echt over de hele wereld. Zwitserland, Vlaanderen natuurlijk. Belangrijk om ook even te noemen. Vlaanderen. Ja. Oekraïne. Ja. Curaçao. Bonaire. Portugal. Rwanda ook. Nou, ik vind het een mooi geheel. Ja. Welkom allemaal, dus echt letterlijk en figuurlijk van over de hele wereld. We hebben een tweede vraag voor jullie. We gaan eventjes de inhoud in. En die vraag is, welke betekenis kan Nederlands onderwijs in het buitenland volgens jou hebben? Welke betekenis is volgens jou het belangrijkst? En er zijn een aantal keuzes die daar gemaakt kunnen worden. Er zijn ook meerdere keuzes die gemaakt kunnen worden. Als eerste een band houden met Nederland of Vlaanderen. Als tweede om te kunnen praten met familie in Nederland of Vlaanderen. De herinstroom van onderwijs in Nederland en Vlaanderen. Identiteitsontwikkeling. Voorwaarden voor vestiging in het buitenland. Een vertrouwde omgeving. Culturele verrijking. Meertalig opgroeien kan ook nog. Dus we zijn benieuwd welke... Nou, als eerste al verrijking voor onderwijs in Nederland en Vlaanderen. Is dat verrassing voor jou, Linde? Dat die nu al... identiteitsontwikkeling staat nu bovenaan. Nou ja, ik denk dat het heel erg afhangt van je perspectief, hè, waar je voor kiest. Want ik kan me voorstellen, als jij bijvoorbeeld 6 VWO zit op Curaçao en je wil in Nederland gaan studeren, nou, dan kijk je vooral naar aansluiting met het onderwijs. Ja.
Maar nou ja, ben je een bedrijf, dan zul je vooral kijken hoe kan ik mijn medewerkers motiveren om naar het buitenland te gaan. Dus ja. Ik denk dat het een beetje van je perspectief afhangt. Dat zie je ook wel. Alles komt voor. Ja. Ja. Onderaan voorwaarden voor vestiging in het buitenland? Ja, nou ja, ik snap dat dat voor bedrijven belangrijk is. Ja. Want wil je iemand zover krijgen dat hij voor een tijd in het buitenland gaat werken... Ja. Dan is het voor veel, met name mensen met kinderen, heel belangrijk dat er ook onderwijs is. Dus dan is het een belangrijke voorwaarde om je daar te willen vestigen. Ja. Dus ik snap dat, ja. Mooi. Nou, jullie kunnen, je ziet al, de stemmen blijven een klein beetje binnenkomen. Jullie kunnen trouwens ook vragen stellen vanuit thuis. Dat kan via de Q&A. Jullie zien zo'n Q&A-knopje. Als je daarop drukt, kan je een vraag opsturen. Dus als je mooie vragen hebt voor Linde of straks voor andere gasten, stuur die vragen vooral in, want dan gaan wij ze hier live stellen. Dat hartstikke goed. Leuk. Heb jij nog iets toe te voegen voor nu? Nee, voor nu eigenlijk niet. Nee? Nee. Nee. Zeker weten? Ik denk het wel. Ik ben heel benieuwd naar wat er komen gaat. Nou, hartstikke goed. Zometeen de eerste gasten hier in de studio. Straks ook leerlingen, leraren en samenwerkingspartners van NOB. Maar eerst ons online panel. Dat deze uitzending een paar keer terug gaat komen. Ik ga ze eventjes even kijken of dat er al verbinding is. Deels ook, hè, net als de kijkers met... Oh, kijk, daar zijn ze allemaal. Nou, het werkt gewoon in één keer. Welkom allemaal. Hallo, 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 hallo. Wie zie ik allemaal? Wie zie ik allemaal? Ik zie Derre en ik zie Anne Moor en Barbara Everaars. En zal ik jullie allemaal eventjes voorstellen? Ik begin even bij Janneke. Janneke Bruntink, je zit in Zürich, toch? Heb ik dat goed? Ja, dat klopt. Ja, hallo. In Zürich. Leerkracht en directeur van de NTC in Zürich. En jullie heten de Oranje Koe. Ja, een bijzondere naam, hè? Die naam is er vast al heel lang. Ja, nou, we bestaan 16 jaar. Dus ja, al die tijd. Heeft niks met jou te maken, hoop ik, toch? Nee, gelukkig niet. Gelukkig, 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 gelukkig. Dan gaan we even naar Anne Moor. Anne Moor, vanuit Brussel, volgens mij. Ja. Ja, welkom in het panel. Heel fijn dat je erbij bent. En jij bent beleidsadviseur talen, toch? Ja. Absoluut. Oké, dan gaan we gelijk even door naar Barbara. Barbara Everaars, de voorzitter van internationaal georiënteerd basisonderwijs. Klopt. Ja, welkom. Ook fijn dat je er bent. Ook fijn dat je er bent. Ja. Derre Jacobs. Even kijken. Ja. Ja, directeur van Language One. Ja, inderdaad. Ja, vanuit Nederland, maar heel veel collega's op allerlei plekken in Azië en in het Midden-Oosten. Oh, nou, dan mag je ook blijven. Dan mag je ook blijven. Dan gaan we naar Ilko. Ilko Keij, de voorzitter van Stichting Nederlanders Buiten Nederland. Dat is hem, helemaal. Vanuit New York. Vanuit New York. Goedemorgen. Goedemorgen voor jullie inderdaad. Ook fijn dat jij er bent. Dan Karin Peters van de voorzitter Stichting Internationaal Onderwijs. Ja, en in het dagelijks leven bestuurder bij een scholenstichting. Hartstikke fijn dat ik deel mag nemen. Heel veel zin in en ik denk een aantal van jullie zullen mij ook nog wel kennen. Fijn dat je er bent. Lisa Prins, jij werkt bij het NOB en je bent voormalig NTC-leerling, toch? Ja, klopt. Welkom, ook goed dat jij er bent. Heel goed, heel goed, heel goed. Frans van der Kerkhof zit ook in het panel. De directeur van de Europese school in Den Haag. Ja, goedemiddag. Even kijken, Frans. Inderdaad, goede introductie. En voorheen lange tijd zelf werkzaam geweest bij het NOB. Oké, welkom. Fijn dat u er ook bent. En Jaap van Marlen, de voorzitter van de Raad van Toezicht. Ja, goedemiddag. Vanuit Maastricht. Ja, oh, vanuit Maastricht. Oh, heel goed, heel goed. Dan moeten we Maastricht kallen. Ja, dat zou kunnen. Ik kan het niet, maar ik kan het wel verstaan. Bent u ook Limburgs of niet? Nee. Nee, oké, niet Limburgs. Ik woon 20 jaar, dus ik versta alles. Hey, dan moet ik u vooral als voorzitter van de Raad van Toezicht natuurlijk, moet ik u ook eventjes van harte feliciteren met uw 40ste. Ja, hartelijk dank. Ja, ja, hoe voelt het voor u? Heel goed, ja. 40 is voor mij een buitengewoon jonge leeftijd. Dus dat spreekt me aan.
Maar is het nou ja, maar hoe is het voor NOB en als voorzitter van de Raad van Toezicht? Wat betekent deze dag voor u? Ja, het is hoe zoals het traditioneel altijd heet, een mijlpaal. Ja? En het is een prachtig moment. Maar het is ook vooral voor de Raad van Toezicht om samen met Linde ook natuurlijk naar de toekomst te kijken van hoe gaan we verder. Dat gaan we straks doen. Aan het eind van de dag gaan we dat doen. Nou, dank in ieder geval hiervoor. Ik heb even een vraag voor jullie allemaal. Want die vraag is, en dat zien jullie als het goed is ook thuis via de Mentimeter, zien jullie ook die vraag. En die vraag is, wat betekent NOB eigenlijk als organisatie voor jou? Wat betekent NOB als organisatie voor jou? Die vraag ik eerst eventjes aan Linde. Wat betekent, zonder te spieken. Wat betekent... Niet spieken! Nee! Wat betekent NOB als organisatie voor jou? Eén woord mag. Eén woord? Ja. Maar NOB doet zoveel belangrijke dingen. Ja, dat is heel jammer. Eén woord. Een paar woorden. Omdat je de koningin van NOB bent. Nou ja, ik wou zeggen, ik zal snel beginnen. Dan mag ik er misschien toch nog een paar noemen. Voor mij is denk ik een heel belangrijk woord keurmerk. Ja. Want aangesloten zijn bij NOB, dat staat toch ook garant voor een stukje kwaliteit van het onderwijs. Dus dat vind ik een belangrijke. Ja. Koepel. We zijn de koepelorganisatie. We vertegenwoordigen echt alle onderwijsinstellingen die Nederlands onderwijs in het buitenland verzorgen. Ja. Dat doen we onafhankelijk. Dus ik denk dat dat ook belangrijk is. We hebben geen belang bij een of andere instelling. Ja. En eentje nog, misschien de allerbelangrijkste. Ik denk dat NOB ook staat voor verbinding. Ik denk dat wij proberen... Oh ja, die komt verbinding komt terug. Verbinding komt terug. Nou, gelukkig. Dan heel blij dat ik toch die een zie. Punt. Ik ben heel blij dat ik die zie. Want ik denk dat NOB ook echt zijn best doet om onderwijsprofessionals met elkaar te verbinden. Maar ook Nederland-Vlaanderen met het buitenland en omgekeerd. Dus ja, ik vind die heel belangrijk. Zien toch ook, ondersteuning is de advies. Grootste natuurlijk. Verbinding, bijscholing, verbondenheid. Dus inderdaad de koepel, hè, wat jij... Nou, die bijscholing vind ik ook een hele mooie. Want ik denk, elk jaar proberen we zoveel mogelijk leraren ook naar Nederland te halen, zodat ze ook een keer de kans hebben om met elkaar ervaringen uit te wisselen, gewoon bij te praten. Want als je in Tanzania zit je behoorlijk, ben je echt op jezelf aangewezen. En dan is het heel belangrijk dat je af en toe ook eens een keer, andere docenten ziet die onder vergelijkbare omstandigheden moeten werken. Mooi, mooi deze lijst. We gaan weer eventjes terug naar het panel, want dan ben ik ook heel benieuwd hoe ons panel daarover denkt. Letten jullie nog een beetje op, dames en heren? Ja, heel goed. Ik denk, dan schakelen we terug naar het panel. Dan zie je ineens allemaal van die verschrikte gezichten. Oh jee, we zijn er zo. Jullie zijn er nog. Oké, dan ga ik eerst eventjes naar Janneke. Janneke, wat is... de oranje koe vanuit Zürich. Wat betekent NOB voor jou, dan wel voor jullie? Nou, voor mij persoonlijk, verbinding was ook het woord dat direct bij mij opkwam. Ja. Wij komen elk jaar heel graag naar de bijscholing toe. Ja. En daar hebben we een ander woord dat in mij opkomt, is ook inspiratie. Ik zag het niet per se ertussen staan. Maar dan bij had je de Mentimeter moeten invullen. Maar ja, kan ook niet alles tegelijk. Oké, dan gaan we even naar New York, naar Ilko. Wat betekent NOB voor jou? Voor mij, althans voor de organisatie, betekent NOB investering en meerwaarde. En daarmee bedoel ik dat die kinderen in het buitenland een heleboel gaan weer terug opgeven in Nederland. Ja. En die zijn een enorme aanwinst. Misschien is dat nog wel het betere woord voor Nederland zelf. Ja. En dat wordt echt nog te weinig erkend. Oké. Is er nog een van de anderen die heel graag hier nog eventjes op wil reageren, dan wel iets over wil zeggen? Doe even je vinger omhoog. Ja, Barbara. Barbara was als eerste. We gaan jullie allemaal, we komen jullie allemaal. Maar Barbara, wat wil jij zeggen? Nou ja, sowieso werk ik vanuit de internationaal georiënteerd basisonderwijs op twee manieren met de NOB. We hebben een hele duidelijke samenwerking omdat wij
de ambtelijk secretaris bij de Stichting NOB vandaan komt. En daar hebben we heel veel aan. Ja. Ze zijn gewoon heel deskundig. Ja. En wat ik zie bij onze scholen is dat er natuurlijk veel kinderen naar het buitenland gaan. Zowel Nederlandse kinderen en die dan een tijdje bij ons op school zitten om het Engels te leren. En dan naar een van de NOB-scholen of andere internationale scholen gaan. Ja. Dus dat is heel belangrijk als voorbereiding. En we hopen dat die overgang dan gewoon goed gaat. En we krijgen natuurlijk ook kinderen terug. En dan is het gewoon heel fijn om te zien dat het heel goed op elkaar aansluit en een geheel is. Okay. En, de Mentimeter raakt hier wel van overstuur, hoor, want dit is meer dan één woord. Snap ik, maar wat ik nog ook over die allemaal, we kunnen het niet zo heel erg goed zien, moet ik zeggen. Die anderen zagen we groeien en nu niet meer. Maar wat ik zo fijn vond bij de vorige vraag was de vraag van waarom is het zo belangrijk, hè, de school in het buitenland. Ja, juist die moedertaal, dat die gewoon goed ontwikkeld blijft. En goed, want die is zo waardevol voor de andere talen die ze leren. Dus het is volgens mij essentieel dat er voor de kinderen waar dan ook in de wereld en je, als je Nederlandse moedertaal hebt, om onderwijs in het Nederlands ook te blijven krijgen. Hartstikke mooi. Dankjewel, Barbara. Dan wil ik graag vragen of we jullie nog eventjes allemaal tegelijk in beeld kunnen zien. Want dan vind ik dit wel heel eventjes een moment natuurlijk. Het is en blijft de 40ste verjaardag dat we even met z'n allen tegelijk doen. Hiep, hiep, hiep! Hey. Ja, ietsjes vertraging natuurlijk tussen New York en Zurich. Maar dat gaat hartstikke goed. Graag neem ik met jullie kijkers eventjes het programmaboekje van vandaag door. Want wat gaan we allemaal vandaag precies doen? Nou, we vieren de 40ste verjaardag. Vieren we eigenlijk in 4 onderdelen. Zometeen als eerste schuiven hier aan de jongeren, de leerlingen. Eigenlijk een beetje de mobiele wereldburgers die vandaag hier centraal staan. Daarna gaan we met de leraren in gesprek. Leraren met een internationale blik. Vervolgens komen de ambassadeurs van NOB aan het woord. En tot slot gaan we in gesprek met een aantal echte deskundigen over de toekomst van het onbegrensde digitaal onderwijs. Nou, tussendoor zijn er nog allerlei filmpjes, speciale gasten, een optreden en dus iets met de koningin waar ik nog steeds, mag ik nog steeds niks over zeggen? Nee, zeg ik nog steeds niks over, dus blijf vooral kijken, dat is de boodschap. En we gaan met elkaar anderhalf uur gaan we er een feestje van maken hier. Hartstikke goed. Voor we de schoolbanken ingaan en de eerste gasten hier in de schoolbanken aanschuiven, kijken we eerst nog eventjes naar het kantoor eigenlijk. Een beetje achter de schermen. NOB legt de connectie met al die Nederlandstalige gezinnen die voor Nederland of België werkzaam zijn over de hele wereld. Van de bloemenkweker in Kenia tot de ambassadeur in Jemen tot de journalist in Zuid-Afrika. Nou, het werken is bijzonder met deze groep mensen vooral. Omdat het leerkrachten, ouders, bestuursleden zijn die naar het buitenland zijn gegaan. Je gaat niet zomaar naar het buitenland, dan moet je wel zin hebben in een avontuur, je moet openstaan voor andere culturen. Dus het zijn mensen die iets meebrengen wat heel leuk is om mee te werken. We werken voor aangesloten scholen in deze tijden is vooral heel bijzonder, omdat scholen heel erg hebben moeten schakelen van fysiek onderwijs naar online en op afstand werken. Een nieuwe uitdaging. NOB maakt het verschil om scholen tot ontwikkeling te brengen, bijvoorbeeld bij formatief evalueren. NOB is voor de Europese scholen een partner die meedenkt, een luisterend oor is voor de leerkrachten die naar het buitenland zijn gedetacheerd. En ook echt wel een uitdaging. Het is niet een alledaagse baan. Ja, de taak voor de Europese scholen vanuit de NOB is wat mij betreft Nederland echt op de kaart zetten. En niet alleen bestuurlijk, maar ook binnen de scholen door de leerkrachten die we detacheren, maar uiteraard ook door de Nederlandse kinderen die erop zitten. Als wij alle middelen tot onze beschikking hadden, dan zou ik voor iedere school graag een bevoegd leerkracht aanleveren. Want dat is op dit moment best een struggle voor veel scholen om in het buitenland mensen met de juiste bevoegdheden te krijgen. Dus dat wens ik echt iedere school toe. Ja,
ik vind dat, en dan ben je er trots op mag zijn, dat we gewoon één grote familie zijn wereldwijd. Ik zit nu bij NOB in Voorburg. Ik heb voorheen als bestuurder in Hamburg gezeten. En veel van onze collega's hier hebben ook in het buitenland gezeten. En waar je ook zit, hier of in het buitenland, je voelt dat je deel bent van die grote Nederlandse familie wereldwijd. En dat is zo bijzonder dat we met z'n allen aan hetzelfde werken, namelijk aan het behoud en de verbetering van de moedertaal voor iedereen die de grens over gaat. Ik denk dat we daar met z'n allen echt gewoon vreselijk trots op mogen zijn. Ja, mooi. We hebben nog een filmpje voor jullie voordat we echt de gasten hier in de studio krijgen. En dat is natuurlijk eventjes ja, de leerlingen zelf. Want heel graag willen we eventjes luisteren naar de verschillende leerlingen hoe het is om op dit moment Nederlands onderwijs in het buitenland te volgen. Hallo, mijn naam is Elisabeth Ronhaar en ik woon in Costa Rica. Costa Rica ligt in Centraal-Amerika en hier spreken we Spaans. Hoi, ik ben Aline. Ik ben 13. Ik woon in Costa Rica omdat mijn moeder uit Costa Rica komt. En ik leer Nederlands omdat ik heb daar familie en omdat mijn vader komt uit Nederland. En ik wil ook in de toekomst misschien daar studeren en misschien ook wonen. In les, we doen boekbesprekingen, dictées, debats. En het leukste is boekbesprekingen. Dus dan ga ik goed met mijn Nederlandse familie praten. Ik volg Nederlandse les omdat het mijn moedertaal is. Dus ik vind het belangrijk dat ik het dan ook blijf leren. Zodat ik het nieuws kan volgen van mijn land. En dat ik ook thuis kan spreken in Nederlands met mijn familie. Ik zit op een Nederlandse school omdat mijn moedertaal Vlaams is. En als ik naar België zou willen verhuizen, zou ik wel goed Nederlands moeten praten en goed moeten begrijpen. Ik zit op een Nederlandse school, want ik ben half Nederland en ik heb een Nederlandse paspoort. En ik wil ook graag beter Nederlands begrijpen. Ik wilde eigenlijk niet echt Nederlands leren in het buitenland. Maar mijn moeder vond het een goed plan, dus ik deed maar toch. Het is heel anders hier, dat je gewoon je eigen taal kunt spreken. In plaats van dan moest je Engels spreken of als een... Of Kazachs spreken als ik Kazachs les had. Maar hier ga ik gewoon Nederlands leren. Hallo, ik ben Alina Texopeus. Ik ben 16 jaar oud. En ik heb 8 jaar Nederlands geleerd op NTC Mieszka Moskou. Nu zit ik in een gewone Russische school. Ik heet Laura Texopeus. Ik ben 12 jaar oud. Ik heb ook 8 jaar Nederlands geleerd en nu ga ik naar Russische school. Voor mij echt iets Nederlands is zoute haring en lekkere kaas. En voor mij echt iets Nederlands is een lekkere broodje pindakaas voor het ontbijt en een mooie klompendans. Ik leer de Nederlands omdat ik wil in die taal met mijn oma en opa spreken. Ik leer de Nederlands omdat ik heel graag in de toekomst in Nederland wil werken en studeren. Hallo, ik ben Temme van der Maarden. Ik ben 12 jaar oud en ik woon in San Jose, Costa Rica. Ik zit op school op San Gregory School in San Jose. Iets typisch voor mij in Nederland is dat je met de fiets naar school kunt. Ik leer Nederlands omdat mijn hele familie Nederlands spreekt en ze wonen ook allemaal in Nederland. Het is ook een hele mooie taal en een zeer interessante taal. Het werkt ook als een mooie heilige taal met mijn broertje of moeder. Omdat hier in Costa Rica zijn er weinig mensen die echt Nederlands spreken. Ja, en hier zitten ze dan, onze ja, mobiele wereldburgers, zo noemen we jullie eigenlijk. 3 hier in de klas en 2 vanuit het buitenland. Ik maak even een rondje als eerste Esmee. Hi. Waar heb jij allemaal op school gezeten? Ja, nou, ik ben in Assen geboren, helemaal in het noorden. En nou, toen, dat is ook heel ver. Ja, dat is heel erg ver. En daar hebben ze het Nederlands onderwijs ook heel erg nodig. Ja, ja zeker, tuurlijk, uiteraard. En toen ben ik verhuisd naar Noorwegen. Heb ik daar 4 jaar gewoond. Okay. Toen ben ik naar China verhuisd, ja. Naar Beijing. Daar 5 jaar gewoond. Ja. En toen door naar Kuala Lumpur in Maleisië. Ook 4 jaar gewoond. En toen ben ik weer teruggekomen naar Nederland in Den Haag. Wauw. Oké. Okay. Ja. Torben, hoe ziet jouw reis eruit? Ja, ik ben geboren in Duitsland. Ben daarna heel snel naar Nederland verhuisd, naar Barendrecht. Okay. En toen ik 7 was, naar Hongkong verhuisd. En daar heb ik tot mijn 18e gewoond. En ik ben dus 1,5 jaar geleden terug verhuisd voor mijn studie. Van je 7e tot je 18e in Hongkong? Ja. Oké, okay, interesting. Jorrit? Ik ben geboren in Maastricht.
Toen ben ik naar Palestina verhuisd, daar heb ik 2 jaar gewoond. Toen weer terug naar Maastricht. En toen ben ik van mijn 10e tot mijn 14e heb ik in Tanzania gewoond. Het zou eigenlijk een half jaar duren, maar uiteindelijk is dat uitgelopen op 4 jaar. Omdat het toch wel een hele mooie ervaring natuurlijk was. Wauw, oké. En dan hebben we ook nog digitaal contact met Spanje. We gaan eerst eventjes naar Alberto. Jij zit in Barcelona. Ja, klopt. Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Hola. Ja, klopt. ¿Todo bien? Hé, hey, wat is jij bent ook voormalig leerling, toch? Ja, klopt. Dus ik ben in België geboren van Italiaanse vader en Belgische moeder. Ja? En toen ik 5 jaar oud was, zijn we verhuisd naar Barcelona. Sindsdien heb ik hier geleefd en gestudeerd. Oké. En dus ook het Nederlandse taalonderwijs gehad. Ja, in de weekends. Dus ik ben naar de Italiaanse school gegaan, maar dan de weekends gedurende 4 jaar ben ik naar de Oranje Dijk School geweest, waar ik mijn Nederlands geleerd heb, leren schrijven en praten. Oké, ik zie hier Torwin en Jorrit, zie ik meteen heel erg ja knikken. Klinkt dat voor jullie bekend? Of, Ja, half na school was het voornamelijk inderdaad. Internationale school en daarna naar Nederlandse lessen eigenlijk. Ja, oké, dan gaan we eventjes naar Stef. Stef, ook vanuit Spanje. Ja. Waar zit jij? Onder Sevilla. Dorpje onder Sevilla. Oké. Wij hebben ook op dezelfde school gezeten. Ja, journalistiek. Journalistiek. Hier in Utrecht zaten wij. Heel goed. Goed je te zien eventjes zo. Het is toch een soort van reunie natuurlijk. Maar jij bent geen leerling van NOB geweest, maar nu wel vader van kinderen die Nederlands onderwijs krijgen, toch? Ja, mijn kinderen zijn geboren in Nicaragua. Ja? En daar zijn ze vanaf hun 4e naar de Nederlandse school gegaan. En toen ze allebei 8 en 9 waren, zijn we naar Spanje verhuisd. Ja. En dus nu hebben we een klein schooltje opgericht hier in de buurt. Jullie hebben zelf een schooltje opgericht? Er was niks hier. Dus ik heb eigenlijk met een paar ouders gekeken of er animo was. En die was er. Toen zijn we eerst met 2 ouders begonnen en nu zijn we met 5 ouders. Oké. En een groepje Nederlandse kinderen dus? Ja, en een Nederlandse juf. Ja. En geef jij dan ook les? Nee. Ik ben geen goede leraar. Oké. Je hebt goede leraren, zeg je. Ja, oké. Hey, Jorrit, voor jou, wat kan jij nog herinneren van de Nederlandse school? Voor mij was de Nederlandse school heel prettig eigenlijk. Want ik kwam in Tanzania, ik kon geen Engels. Ik kwam op een internationale school waar iedereen al een beetje zijn plekje had gevonden. En het was moeilijk soms om me meteen aan te passen. Daardoor heeft de Nederlandse school wel heel veel geholpen. Hielp me een beetje om me thuis te voelen eigenlijk in een ander land. Dat was heel prettig. En het heeft me ook heel veel vrienden gebracht die ik nu nog steeds heb. Waar ik ook in Nederland nu nog steeds mee chill gewoon. De Nederlandse school is heel prettig voor mij geweest in Tanzania. Oké. En Esmee, voor jou, wat betekende Nederlands onderwijs voor jou? Ja, het was voor mij heel erg belangrijk om dat Nederlands onderwijs te hebben. Want ik wilde me toch nog verbonden voelen met de identiteit van een Nederlander zijn. Dus voor mij was het ook altijd heel erg leuk om op de woensdagavond naar de Nederlandse les te gaan. En ik heb inderdaad ook nog, net zoals Jorrit, met heel veel mensen nog steeds contact vanuit Kuala Lumpur en zo. Dus iedereen is teruggekomen naar Nederland, dus dat was wel echt heel leuk. Oh, jullie zijn nu eigenlijk allemaal in Nederland aan het studeren dan? Ja, uiteindelijk wel, inderdaad. Dus jullie zijn nu een clubje Nederlanders vanuit het buitenland terug in Nederland? Exact, ja. Okay. Ja, eigenlijk wel, ja. Hey, en Torben, hoe heeft het Nederlands onderwijs in het buitenland jou gevormd, zeg maar? Ja, ik denk dat het wel heeft geholpen met mijn identiteit vasthouden als een Nederlander. Die Nederlandse taal onderhouden is heel belangrijk. Dat helpt me nu ook met mijn studie bijvoorbeeld. Ja. En het is ook gewoon, dan leer je ook meer over Nederlandse dingen. Bijvoorbeeld de hele Zwarte Piet discussie, die hebben wij ook gewoon in klas gevoerd in Hongkong bijvoorbeeld. Dus okay. Dat is ook gewoon goed om met Nederlandse dingen, noem je dat? Bezig te zijn. Bezig te zijn, ja. Ja. Inderdaad. Ja, maar ik kan me voorstellen, want van je, wat was nou, de 7e tot je 18e. Ja, dus je woont 11, 12 jaar woon je in Hongkong. Voel je je dan nog wel Nederlands? Ja, eigenlijk wel. Mijn ouders hebben daar heel veel mee bezig, dat we echt Nederlands waren. En we zijn vaak teruggekomen elke zomer. Ik heb nog heel veel familie hier. En we hebben gewoon een Nederlandse school gehad. Thuis spraken we Nederlands. We hadden ook gewoon pannenkoeken, weet je. Dus allemaal, dat is gewoon heel Nederlands. Ja? Ja? Hey, en Alberto, jij nu dus nog steeds in Barcelona. Hoe zit het met jouw Nederlandse gevoel?
Wel, voor mij, de Nederlandse school was een kans om mensen te leren kennen in Spanje die een afkomst hadden zoals mij, van ouders, met ouders van verschillende plaatsen. Dat was zeker interessant. En dan ook om natuurlijk de heel Nederlandstalige cultuur echt te leren kennen. Want vanuit Spanje, je kunt dan wel met je moeder in Nederlands praten, maar je mist dan misschien het culturele aspect. En in die zin is de Oranje Dijkschool in mijn geval zeer belangrijk geweest. Oké. Okay. Stef, we gaan even van Barcelona eens een kleine stap naar Sevilla natuurlijk. Stef, waarom vind jij het belangrijk dat jouw kinderen Nederlands taalonderwijs krijgen? Ja, in eerste plaats natuurlijk contact met de familie in Nederland. En identiteit, waar jullie het net ook al over hadden. Ik wilde ook niet de deur sluiten naar een eventuele studie in Nederland. Hoewel ik niet weet of dat nu nog aan de orde is. Maar dat was wel altijd het idee. En omdat ik ben zelf ook niet zo'n hele consequente Nederlandstalige opvoeder. Omdat zij in een best wel Spaanstalige omgeving zitten. Ja. Altijd al gezeten hebben. Voelde het voor mij eigenlijk gek genoeg natuurlijker om dan Spaans met ze te praten. Dus dan moest ik moet me er best wel toe zetten om Nederlands met ze te praten. En de Nederlandse lessen zijn dan toch wel een stok achter de deur. Niet alleen voor hun, maar dus ook voor mij. Oh, dus eigenlijk wil jij stiekem ook daar in de klas gaan zitten? Nee, maar het feit dat we ermee bezig zijn en dat we er naartoe gaan, dat helpt. Ja. Oké, okay. Esmee, ik vraag nog eventjes aan jou. Waar merk je aan dat jij verschilt van Nederlanders, zal ik maar zeggen. Ja. Van mensen die niet in het buitenland hebben gewoond? Ja, ik merk heel erg, en nu dat ik iets ouder ben, met hoe ik kan samenwerken in groepen. Ik heb heel erg op internationaal onderwijs geleerd om gewoon van verschillende perspectieven dingen mee te krijgen en te luisteren naar anderen. En soms had ik het een beetje het idee, ook tijdens mijn studie, als ik met een Nederlands groepje samenwerkte, het duurde zo lang voordat we bij een oplossing kwamen, omdat er zo'n discussiecultuur hing. Dus ik merk nu gewoon, ik werk bijvoorbeeld nu met Spaanse collega's. Ja. En ik kan me heel goed aanpassen. En snel komen we tot een oplossing. En die samenwerking werkt gewoon heel erg goed. Dus daar verschil ik wel in. Oké. Okay. En Torben, heb jij nog iets meegenomen vanuit Hongkong? Ja, ik denk dat het grote ding is dat je echt wel meerdere perspectieven meekrijgt. Zeker in een plek zoals Hongkong, is zo internationaal. Daar heb je echt mensen van overal in de wereld. En dat is gewoon leren met al die verschillende groepen, culturen, soorten mensen gewoon omgaan is een beetje anders dan als je alleen in Nederland hebt gewoond bijvoorbeeld. Ja, mooi. Wat studeren jullie nu eigenlijk, Esmee? Ik studeer een combinatie van biofarmaceutische wetenschappen in Leiden en Global Health in Maastricht. Nee joh, nou ja, Leiden, Maastricht, als je toch internationaal bent, dan is dat allemaal... En Torben, wat doe jij? Ik doe de politiek, filosofie, economie op de Utrecht Universiteit. Oké. Okay. Jorrit? Global Sustainability Science, ook op de Utrechtse Universiteit. Oké, okay, mooi. Ik ben nog eventjes heel erg benieuwd of dat er nog een vraag is. Ik zie trouwens een heel big smile bij de afdeling, panel. Ja, duimpjes omhoog vanuit het panel. Ik ben eventjes heel erg benieuwd, zijn er nog vragen vanuit thuis? Zijn er nog vragen via de afdeling Mentimeter? Zijn daar nog vragen binnengekomen hier voor deze helden? Nou. Vraag even. Hallo, zijn er nog... Even kijken hoor, we hebben hier de antwoord op de vragen. We zijn nou bezig met de volgende. Dat is antwoord op de volgende, maar dat is niet erg. We kijken heel even of dat er een vraag nog voor jullie... Hebben jullie tot slot nog een slotboodschap? Ga naar het buitenland, sowieso de moeite waard. Ja. Kees, okay. Echt waard. Ja, dat denk ik. Een vraag van thuis is, krijg ik hier stiekem door, zijn er ook, heb je ook les in hele andere vakken dan in Nederland? Ik denk dat het les gewoon heel erg anders is. Ja? Ik denk, het wordt veel erg, op internationale scholen wordt het heel erg aangepast op de persoon. En hier in Nederland heb ik gemerkt dat je moet eigenlijk zorgen dat je in het hokje valt van de Nederlandse lessen. En daar moet je het mee doen. En bij internationale scholen valt dat heel erg mee. Wordt echt gekeken, waar ben jij sterk in? En dan kan je daarop verder voortborduren. En ik denk dat dat
iets is om mee te nemen ook hier naar Nederland. Dus daar kunnen we hier in Nederland eigenlijk nog wat van jullie, van jullie van leren? Van ons, van, van de scholen. Ja, ja. Oké, ja, Torben, ik zie, wil jij nog wat zeggen? Nee? Nu? Nee? Nou, het is een beetje moeilijk in te schatten, want ik heb maar 3 jaar basisschool hier gedaan. Ja. Dus ja, men vergelijkt eigenlijk alleen wat ik in Hongkong heb meegemaakt. Oké, dan gaan we nog even naar Barcelona. Heb jij nog, heb jij nog een slotboodschap? Wel, ik kan persoonlijk niet vergelijken met het Nederlandse onderwijs, want ik heb nooit eigenlijk in een... Mijn onderwijs in Barcelona was alleen maar voor de taal, dus ik heb normaal niet andere vakken geleerd in Nederland, bijvoorbeeld wiskunde of geschiedenis. Maar nee, verder dan dat, dat het Nederlandse onderwijs toch wel een zeer unieke manier heeft om, om de leerlingen te leren. Hartstikke mooi. Met bijvoorbeeld het Spanje. Ja. Stef, jij nog één laatste ding? Nou, heel fijn voor mij als ouder om te horen wat de oud-leerlingen er allemaal aan gehad hebben. Dat is natuurlijk heel, heel mooi. Dat geeft hoop. En fijn om te zien dat ze allemaal zo goed terecht zijn gekomen. Ik ga jullie allemaal ontzettend bedanken. Esme, Torben, Jorrit en Stef en Alberto. Hartstikke bedankt dat jullie hier vandaag waren. Dankjewel. Wij gaan door met het volgende thema. En het volgende thema, ja, dat zijn eigenlijk de ontzettend belangrijke personen wereldwijd. De leraren met een internationale blik. Bombini, welkom vanuit Curaçao. Mijn naam is Esme Jacobs en ik ben directeur van Klein College en Miguel Poirier Academy, waar wij dagelijks 331 leerlingen lesgeven. Miguel Poirier Academy van MAVO tot en met VWO en Klein College vanaf de kleuters tot en met groep 8. Hallo allemaal, ik ben Helena Olieslager. Ik geef les in NTC de Tulp in Burkina Faso. Hallo, mijn naam is Paul Warnans. Ik werk hier op de Europese school in Brussel, in de deelgemeente Elsene. Het bijzondere aan het lesgeven in het buitenland is dat je als persoon eigenlijk weer open staat voor nieuwe uitdagingen en contacten. Je laat je comfortabele, gestructureerde leventje in Nederland even los en stapt eigenlijk een nieuwe wereld in. Het is heel bijzonder om elke dag 2, 3 verschillende talen, soms wel 4, te spreken. Het is een uitdaging. Ik vind het superleuk. En het is mooi om te zien hoe deze talen en culturen zo geïntegreerd zijn bij ons op school. Typisch aan mijn leerlingen is dat mijn leerlingen hier permanent wonen. Dus wij hebben geen kinderen die komen en gaan. Dus momenteel hebben wij een heel stabiel leerlingenaantal wat positief is voor onze school. De meeste kinderen komen uit gemengde gezinnen. De Europese scholen zijn namelijk ontstaan uit de lidstaten van de Europese Unie. Hier in Brussel hebben we heel veel Europese instellingen. Denk maar aan het Europese Parlement of de Europese Commissie. Dus heel veel van deze kinderen hier op school komen allemaal uit gezinnen van verschillende lidstaten. Wat ik het meest bijzondere vind aan lesgeven in het buitenland, is dat je toch wel heel hard het verschil kunt maken voor leerlingen die in de toekomst terugkeren naar hun thuisland. Ik had dat in het begin een beetje onderschat, moet ik eerlijk zeggen. Hoe groot dat die impact is op kinderen, dat hun thuistaal toch een plaats krijgt in hun leven. Voor mij persoonlijk is de grootste uitdaging aan in het buitenland lesgeven toch wel geen collega's hebben. Ik zit alleen in mijn team, dus ik ben zowel schoolleider als leerkracht. Wat telkens terugkomt qua uitdaging is toch wel je intrinsieke motivatie. Eigenlijk moet je een beetje een wereldburger zijn. Je kan niet je vasthonken aan je Vlaamse roots of aan je, waarvan je vandaan komt, vanuit Nederland bijvoorbeeld. Daarnaast heb ik natuurlijk collega's overal in het buitenland waar ik heel veel steun uit haal, die mij ook altijd helpen als er vragen zijn of noden. NOB helpt mij ook waar nodig, dus daar ben ik jullie allemaal heel, heel dankbaar voor. Gelukkig zijn er heel veel online platformen waar Nederlandstalige leerkrachten in het buitenland zich kunnen lid van maken. En mijn ervaring is dat dat heel goed werkt en dat er ook veel samenhorigheid is tussen de leerkrachten onderling. En natuurlijk ook het NOB, waar ik toch alleszins altijd beroep op kan en kon doen. En dat vind ik wel prettig.
Ja, zonder leraren geen Nederlands onderwijs in het buitenland. Als eerste, Marlou, welkom. Je werkt al 12 jaar bij Stichting NOB als adviseur. Ja. Wat is volgens jou het grootste verschil tussen het onderwijs in Nederland en Vlaanderen en Nederlands onderwijs in het buitenland? Ja, als je je Nederlandse taalboeken meeneemt naar het buitenland, dan ontdek je opeens dat die kinderen les krijgen in een andere taalomgeving en een andere cultuuromgeving. Dus als je in Abu Dhabi zit bijvoorbeeld en je komt met thema herfst aanzetten, ja, dan sluit je niet meer aan bij de belevingswereld van de kinderen. Dus dat betekent dat je daar creatief mee om moet gaan. En dat je toch daar heel veel aanpassingen in moet doen. En de meeste kinderen, we zagen het ook al eerder in de filmpjes, leven vaak in een meertalige omgeving. Dus dat betekent dat Nederlands een plekje heeft in al die talen. En ook daar hebben we echt wel aanpassingen voor nodig bij de lessen. Nog een hele belangrijke is dat een heleboel kinderen alleen maar een paar uurtjes Nederlandse les krijgen in de week. Ja. En voor de rest in een andere taal naar school toe gaan. En dat betekent dat je in Nederland krijgen kinderen wel 7 of 8 uur Nederlandse les per week. En opeens moet je dat allemaal in 3 uur stoppen. En dat vraagt keuzes, keuzes, keuzes. Oké, belangrijke, die gaan we onthouden, de keuzes. Joren, hoe is het voor jou? Jij bent nu schoolleider hier in Nederland, maar daarvoor zat je in? Brazilië. Oké? Ja. Ja? En wat is er veranderd aan jou als leraar? Nou ja, ik vind dat ik veel meer in de wereld ben gaan staan. En veel meer bezig ben met wat is nou eigenlijk taalonderwijs? Het werd net al heel mooi gezegd. In Nederland geven we 8 uur per week Nederlandse les. Maar daarbuiten is het ook alleen maar Nederlands. Dus rekenen, geschiedenis, aardrijkskunde, noem het allemaal, is ook alleen maar Nederlands. En die bewustwording heeft mij wel bewust gemaakt daarover. Ja. En geef je dan nu ook op een andere manier les? Nou, momenteel geef ik geen les meer. Nu ben ik echt alleen schoolleider. Maar ik ben daar wel echt bewust over gaan nadenken. Zeker als we bijvoorbeeld NT2 kinderen hebben in de klas. Hè, Nederlands als tweede taal. Ja. Vluchtelingen. Of dat je echt bewust bent dat alles talig is. Ja. Oké, mooi. Joyce, jij zit op de Europese school? Europese school in Mol, ja? België. En wat brengt... Heb je nou ook in het buitenland lesgegeven? Nog verder weg? Of, Nee. Alleen aan de Europese school in Mol dan. Oké. Okay. Ja. En wat breng jij mee als je weer in Nederland gaat werken? Ik denk vooral heel erg veel ervaring met een heel ander curriculum. Ja. Ik geef dus les voor de onderbouw en de bovenbouw in Nederlands. En het curriculum van de Europese school is heel anders en veel uitgebreider. En het sluit ook best wel goed aan op wat men in Nederland nu graag wil bereiken met het nieuwe curriculum voor Nederlands. Trouwens ook wel een beetje voor andere vakken. Dus ik denk dat mensen die bij Europese scholen hebben gewerkt, als ze terugkomen in Nederland, daar echt wel heel veel aan kunnen bijdragen. En wat je altijd bijdraagt, vind ik altijd, dat is... omdat je met zoveel verschillende talen hebt gewerkt, kun je de meertalige leerlingen in Nederland ook weer veel beter bijstaan natuurlijk. Omdat je Nederlands als vreemde taal hebt gegeven ook. Oké. Okay. Inge, ja. Ook in Nederland op dit moment? Klopt. Maar daarvoor in Athene? Ja. Toch? Ja. Wat doe je nu in Nederland trouwens? Ik werk op een AZC-school. Oké. Okay, dus het is herkenbaar wat... Dus inderdaad wat Joren zegt ook zegt. Ja. Ja? En neem jij dat dan ook mee vanuit jouw ervaring uit Athene? Jazeker. Ja? Jazeker. Ja. Als het om NT2-vaardigheden gaat, hè, dan, of nee, de Nederlandse taal, ja. Heb ik zeker dingen meegenomen uit Griekenland. Kinderen leerden daar ook Nederlands als vreemde taal. Dus ze deden ook examen, het CNAVT-examen. En daar hoort het ERK-niveau bij. En die kinderen die op de AZC-school zitten, moeten ook aan bepaalde niveaus voldoen. Ja. Dus wat dat betreft zijn er overeenkomsten, maar ook heel veel verschillen. Ik wou zeggen, het verschil tussen schoolcultuur... Van de lokale school in Griekenland is zeker ook heel groot. In Griekenland wordt er heel erg leerkrachtgericht lesgegeven. Ja. En de Nederlandse schoolcultuur is iets informeler... En daar zochten we natuurlijk ook naar wat leuke werkvormen om met de kinderen
ja, om het niet te zwaar te maken. Want ze gingen natuurlijk wel de hele dag naar de Griekse school en moesten daarna nog naar de Nederlandse school in de namiddag. Ja. Dus we probeerden het toch wat speels aan te bieden, de Nederlandse taal. Helder. Ja. Daisy. Ja. Hoe is het? We hebben afgesproken, hè? Ik mag je en jou Zeker. Zeggen. Hoe is het voor jou om weer in de schoolbanken te zitten? Of, nou, ik zit best vaak achter in de klas als inspecteur op een school. Ja? In het buitenland en in Nederland. Dus voor mij voelt het, de kinderen zijn wat ouder, maar verder voelt het niet heel vreemd. Oké. Nee. Want als inspecteur, hoe is, waar let je dan op? Ja, als inspecteur werken wij met een team van 5 inspecteurs, zowel in Nederland als in het buitenland. Ja. En ja, wat overeenkomsten zijn, zowel in Nederland als in het buitenland, krijgen kinderen goed les, leren ze genoeg, zijn ze veilig. En weet de school, heeft hij eigenlijk zicht op de eigen kwaliteit en werkt hij ook gericht aan verbeteringen. Dat zijn eigenlijk de belangrijkste overeenkomsten. En we zitten hier nu in de leraar met de internationale blik, wat in Nederland geldt. Leraar maakt het verschil. Nou, ik denk dat in het buitenland zeker zo sterk geldt. Een aantal dingen zijn al genoemd. Je hebt een beperkt aantal uur les. Kinderen komen na school of op zaterdag. Je hebt meestal kleine groepen, maar met hele grote niveauverschillen. Van kinderen die al goed Nederlands kennen en kunnen. En dat ook in een Nederlandstalig gezin opgroeien. Tot kinderen die Nederlands als bijna vreemde taal leren. En meestal heb je ook nog geen eigen klaslokaal of gebouw. Dus voldoende uitdagingen voor de leraar. Dat maakt het echt ook wel anders. En het laatste, want ja? anders wordt het te lang. Nee. Wat ook echt een belangrijk verschil is, in het buitenland zie je veel meer wisselingen. Dus zowel van schoolleiders, leraren, bestuursleden, ja? maar ook een deel van de leerlingen die weer vertrekt. Zijn dus Dat betekent dat je die kwaliteit ook echt goed vast moet leggen. Want als er allemaal weer nieuwe mensen komen, moet je anders weer opnieuw beginnen. Zijn er ook voorbeelden van het buitenland, eigenlijk een vraag aan jullie allemaal, waarvan je zou zeggen, nou, daar kunnen we hier in Nederland nou nog eens wat van leren als we dat nou eens hier zouden introduceren? Ja, ik weet wel een hele mooie. Een van mijn eerste schoolbezoeken, daar viel ik met mijn neus in de boter, daar was International Day. De school had 40 nationaliteiten. Ja. En in plaats van, zoals ik dat gewend was in Nederland, dat een probleem was, was het daar een kans, een uitdaging en vooral een moment om te leren van elkaar. En International Day waren 40 tentjes op het sportveld, waar allerlei ouders met hun kinderen workshops gaven uit hun land aan andere kinderen. Dus in het Japanse tentje vol trots kon je kalligraferen. Bij de Nederlanders kon je uiteraard pannenkoeken bakken. Nou, zo had elk land die gaf een workshop aan andere kinderen. En nou, die diversiteit zien als een kans om te leren. Ja, ja. Daar kunnen we in Nederland weer wat van leren. Mooi. En in Vlaanderen. Ja. Ja. Andere voorbeelden? Wat ik in Brazilië zag, is dat de leerkracht een hele andere rol had. En dat klinkt misschien een beetje spannend. Maar in Nederland leren we als leerkracht werken vanuit een pedagogische basis. Hè? En wat ik in Brazilië zag, was dat de didactiek centraal stond. Dus er waren echt veel meer didactici in plaats van, zoals wij het gewend waren, als meer als een pedagoog gaan werken. En daarvan heb ik wel weer gewoon hele didactische technieken geleerd. Dat was best wel weer eens een eye-opener van, oh ja, zo kan het dus ook. Okay. Dat vond ik wel heel interessant. Ja. Ja. En Joyce? Ja, ik heb denk ik wel een leuk voorbeeld, maar dat is wel heel erg over mijn vak alleen. Dus het gaat dan echt over Nederlands en dat is eerste taal. Ja. En ik vind het heel leuk dat bij ons op school, de Engelstalige sectie, maar ook de Franstalige sectie, die besteden ontzettend veel aandacht aan toneel. En dat gebeurt in Nederland eigenlijk bijna niet. En ze gaan naar voorstellingen, ze gaan naar Parijs. Hè, met de trein om een voorstelling te zien, ja, nu niet, maar. Hè. En ze maken zelf uitvoeringen van musicals, et cetera. En dat vind ik echt zo ontzettend leuk. En voor leerlingen zijn het grote projecten. Die zijn interessant voor hen ook. Ja. En ja, dat zou ik heel erg, dat zou ik meteen meenemen. Okay. Naar Nederland, ja. Mooi. Ja, ik heb een veel kleiner voorbeeld. Ik kom natuurlijk op heel veel scholen in het buitenland, de hele wereld. Ja. Ben ik zo'n beetje over geweest. Ik ben toevallig ook op die scholen geweest van Joren en Inge. En wat mij het meest opvalt. Leuke baan.
Ja, absoluut. Het is even stil nu, want we zijn al een jaar thuis. Ja. Maar het is absoluut een leuke baan en we doen nu ook veel op afstand. Wat me opvalt, hè, kinderen wonen in hele andere omgevingen, dat je met het onderwijs echt aansluit bij hoe de kinderen leven en leren. En een heel simpel voorbeeld, dat je in de tropen in plaats van een letterboom hier, een loofboom, zie je daar een hele mooie palmboom waar de letters op gebeuren. Het zijn hele kleine voorbeelden en daar zijn we ook wel alert op. Van hoe is nou die leeromgeving voor kinderen en hoe maken leraren gebruik van het land waar ze wonen en leren. Mooi. Ja. Volgens mij is er een vraag vanuit huis. Hallo panel, hallo. Dag panel. Even kijken. Waar zien jullie mogelijkheden voor online oplossingen binnen Nederlands taal- en cultuuronderwijs? Van Ingrid. Ingrid, dank voor je vraag. Wie heeft hier een mooi antwoord op? Nou, ja, Ingrid, we hebben geen antwoord. Ja, maar, toch bedankt voor. Nee, wel. Nou ja, Jorin. Vorig jaar in Rio de Janeiro, toen ik daar werkte, hadden wij een soort dance challenge gemaakt. En die kan je nog steeds vinden op YouTube. Ja. Iedereen is een mooie oranje outfit en dan dansend. En dan hebben we er één clip van gemaakt. Ja. En de hele school dansend thuis, coronaproof gedaan. Dat was een ontzettend leuke actie. Iedereen thuis een hele dag bezig om zo mooi mogelijk te dansen. Op een liedje van Kinderen voor Kinderen. Zo hebben wij het toegedaan. Ja. Nog een andere? Wie wilde dat? Ja, wij zijn vooral nu van het online inspecteren. Dus dat is, de vraag gaat echt over het onderwijs. Dus ik denk eerder dat het aan de anderen is om voorbeelden te noemen. Vanuit NOB hebben we een aantal scholen die we spraken die een prachtig voorbeeld hadden. Hebben we een filmpje laten maken. En die filmpjes die kun je op onze site vinden. Want wat wij toch wel hebben ontdekt is dat we het vanuit Voorburg niet per se hoeven te vertellen hoe het allemaal moet. Ja. Maar dat de kracht eigenlijk wel in de scholen zelf zit. Ja. En dus dat we vooral heel erg willen verbinden. En de mooie voorbeelden als een soort troubadour willen rondsturen nu online naar de scholen toe. Dus ik zou zeker eventjes naar de website gaan en die mooie filmpjes bekijken. Ik ga nog even kort naar het panel. Ik zie daar nog steeds allemaal lachende mensen. Dus dat betekent dat het goed gaat. Behalve Karin trouwens. Ja. Nee hoor. Even nog een korte reactie. Hierop, wie wil? Zie ik vingers? Frans, ik zie de vinger van Frans. We gaan even naar Frans. Nou, dat is Frans niet. Wacht. Maakt niet uit, dat is Barbara. Maar vertel, even goed, vertel. Dit is Frans. Wat ik graag zou willen toevoegen nog, is dat de voorbeelden van het onderwijs, die zijn gegeven door Malou. Maar je ziet ook wel dat de leerkrachten een aantal essentiële dingen vanuit de culturele overdracht benoemen. Ja. En wij hebben als Nederlander in Nederland vaak het idee dat klompen, de haring, de matjes, Koningsdag, Sinterklaas vieren. Daar hangt een beetje een spruitjeslucht omheen, om het maar eens even zo te benoemen. Maar dat is absoluut niet van belang. Ik zie hier ook als schoolleider van een Europese school dat culturele uitingen een bijzonder belangrijk deel uitmaken van je onderwijs, van de dag in een school. En dat nauw verbonden is met je identiteit. En dat is zo verschrikkelijk belangrijk. En dat maakt Nederlanders, niet specifiek Nederlanders, maar dat maakt de Nederlander wereldburger. En dat vind ik wel erg mooi om dat ook hier terug te horen in deze ambassadeurs, om het maar zo te noemen. Hartstikke mooi. Grote dank, Frans. Grote dank, panel. En vooral grote dank aan jullie voor de aanwezigheid hier. Ik vond het een mooi gesprek. Dank jullie wel. Ja, de beurt is weer aan jullie thuis. Pak die gekke Mentimeter er weer eens eventjes bij. En als je uitgelogd bent, log dan nog eventjes opnieuw in. Ik ga de code nu eventjes goed zeggen. Dat is namelijk 1676-8835. Dus 1676-8835. En dan hebben we weer een paar mooie vragen voor jullie. Om eens even te kijken of jullie ten eerste wel hebben opgelet. En ten tweede, wat jullie eigenlijk allemaal weten van NOB. Hoeveel leerlingen, is de eerste vraag, volgen er Nederlands onderwijs in het buitenland? Hoeveel leerlingen volgen Nederlands onderwijs in het buitenland? 7.500, 14.000, 18.000. De meesten zeggen 14.000.
Nou, dan Marlou, jij weet het goede antwoord. Dat klopt. Het klopt, ja, 14.000 was het goede antwoord. En dat betekent dat de mensen die 7,5 en 18 hebben gezegd, die worden nu automatisch uitgelogd thuis. Oh. Vraag 2 is, hoeveel leraren geven er les bij een NOB-school? Hoeveel leerlingen geven er les op een NOB-school? En zijn dat er 350, 800 of 1100? 350, 800 of 1100? 350, 800 of 1100? Wat denken jullie? Wie zegt 350? Wie zegt 800? Ja. Wie zegt 1100? Oké. Okay. Nou, dan heeft Joyce heeft het goed hier bij ons. Want het zijn er inderdaad 1100. Dat is het goede antwoord. Oh, dan hebben we een hoop mensen. Marlou had het. Marlou, onmiddellijk de klas uit. Onmiddellijk de klas uit. Dit is. 1100. Dat is het goede antwoord. Oké, okay, dus dan een hoop fouten hebben we hier. Nou, dat moeten we niet doen, jongens. Als we nu iedereen gaan uitloggen die het fout hebben, dan schiet het niet op natuurlijk. We gaan naar de volgende vraag. In hoeveel landen volgen leerlingen Nederlands onderwijs? Oh, dat hebben we al gehoord van Linde. In hoeveel landen volgen leerlingen Nederlands onderwijs? Zijn dat er 55, zijn dat er 85 of zijn dat er 115? 55, 85 of 115? Oh, toch wel. Oh, en die zegt 55. 85 landen of 115. Hoeveel landen over de hele wereld? Wat denken jullie? 115. Ik durf niet meer. Ja. Marlou durft niet meer. Nee. Nee, zeggen jullie 115? Ja, 85 dacht ik. Joyce dacht 85, ja? Ja, ik vond 85 ook al echt heel veel. Maar het zijn er 115. Zo. Ja, 115 is het. Veel, hè? En in sommige landen dus zelfs op meerdere plekken. En dat allemaal uiteraard. Dan gaan we naar vraag 4. Met hoeveel scholen is NOB 40 jaar geleden begonnen? 40 jaar geleden, waar begonnen we mee? Begonnen we met 8 scholen, begonnen we met 30 scholen of begonnen we met 62 scholen? 8 scholen, 30 scholen of 62 scholen? Wat denken jullie? 8. Ja? 8, ja. Nu? 8, ja? 8 scholen, 30 scholen? 8. 8. Ja. Inge zegt ook 8, ja. Nou, het waren er 30. Oh. Dus dat is, toch leuk zo'n quizje, toch leuk zo'n quizje. Hartstikke goed. Hey, dank hier aan jullie, dank aan thuis. Zometeen schuiven hier de ambassadeurs aan. Hebben we een goed gesprek over de toekomst. Een verrassing voor NOB en even voor achter, is er al nieuws over de majesteit? Hebben we al... Oh, ik zie al mensen druk lopen daarachter. Nou, de spanning stijgt, dames en heren. Hey, onmisbaar voor NOB zijn de ambassadeurs over de hele wereld die NOB een warm hart toedragen. Een aantal van hen schuiven zometeen hier aan. We kijken eerst eventjes naar een introductie. Voor mij was het fantastisch om in het vreemde land, in het andere land, Indonesië, toch ook Nederlandse les te krijgen met allemaal Nederlandse kinderen. En dat ging gepaard met zoveel avontuur en vrijheid dat ik daar ongelooflijk goede herinneringen aan heb. Toen heb ik dat hele land en die hele andere cultuur in mij opgezogen. En ik heb het nog altijd in mijn hart. En ik vind het nog altijd ongelooflijk belangrijk dat ik dat heb meegemaakt, want het heeft echt mijn ogen geopend voor de wereld. En mijn ontwikkeling, denk ik, enorme boost gegeven. Enorm snel heel veel wijzer geworden daar. Maar het allerbelangrijkste voor ons gevoel van verbondenheid, wat bovenaan staat in enquêtes over identiteit, is toch de Nederlandse taal. Nederlands taal- en cultuuronderwijs in het buitenland is essentieel. Bijvoorbeeld, en ik spreek nu als vader voor mijn 2 zonen die nu opgroeien in het buitenland, om later terug te kunnen keren naar Nederland, om te studeren, verbonden te blijven, zich thuis te voelen. Er wonen maar liefst 1 miljoen Nederlanders in het buitenland. En alle zijn ambassadeurs van ons land. Zij dragen bij aan de beeldvorming over Nederland. Het beeld als ondernemend land, innovatief land, als menswaardig land, als respectvol land, als Nederland. Nederlandse scholen zijn vaak een ankerpunt voor Nederlandse gemeenschap in het buitenland. De NOB is dan ook veel meer dan de tekstboeken of de online leermethode die ik ook bij mij in huis zie. De NOB zorgt voor verbinding, voor verankering van Nederlanders wereldwijd.
nieuwe generaties en ook oudere generaties. Voor mij was het een heerlijke manier om en zonder problemen weer terug in Nederland naar het onderwijs te kunnen en in het buitenland te wonen. Aangeschoven hier in de schoolbanken zijn ja, eigenlijk een beetje de ambassadeurs van de Nederlandse taal in het buitenland, dan wel ambassadeurs van NOB. Welkom heren hier en ook digitaal vanuit het buitenland. We lopen jullie eventjes allemaal rustig langs. Ik spreek nu Nederlands, but Mr. Fergal, welcome so much. You are Irish, right? Irish, yes. Where are you from? From Dublin and Waterford. Okay. The Waterford boys and Dublin Fair City, right? welcome so much. Great to have you here. You work for EMA? Yes, European Medicines Agency. Okay. Yeah. And the agency moved from London to Netherlands in 2019. That's right, yes, yes. And I assume it's busy moments now. Very busy, very busy. But very important as well. You have to approve the corona vaccines. Correct. And stuff. Yes. All right. Something totally different than language stuff. But completely. One of the most important things with the movement from UK to the Netherlands, education was one of your highlights, right? Oh, yes. Well, we had about 800 staff. But 600 children, so about 45% of staff had children. So imagine if there were not enough schools and not enough variety of education in the Netherlands, it could really have hurt the operations and maybe affected how we could work today. But that didn't happen. Everything went well. We found schools. We had a good variety of education to choose from. And we didn't miss or lose one business day. Okay, and why is it so important? It's really important to be able to keep your staff, to keep knowledge workers. We're a knowledge organization, and you need to have good systems, good education for the children of knowledge workers, and to attract them to relocate to this country. So it was a major component of the success, and I imagine it's the same for many other international companies who might be interested in moving here. The importance of that educational offer, good quality, good variety as well, for all the age groups. Ja, okay, ik neem aan dat iedereen thuis wel begrepen heeft wat Mr. Fergal heeft verteld en uitgelegd, maar het belang dus vooral voor personeel, dat er ook op het moment dat je naar een ander land verhuist, dat er dan taalonderwijs is in je moedertaal. Jarmo, hoe zit dat voor jou? Welkom, ook fijn dat jij er bent. Dank je. Hoe zit dat voor jou? Ik ben natuurlijk een oud-student van de Europese school. Ja. En voor mij is een hele verrijking geweest om ook in het Nederlands onderwijs te krijgen. Ja, eerst even, waar ben jij geboren? Oh, sorry, in Colombia. In Colombia, waar ben je opgegroeid? In Brussel. Oké, en waar ben je nu aan het studeren? Thuis, maar ik heb net mijn master afgerond in Denemarken. Oké, kortom, op veel verschillende plekken gezeten. En daarmee je noemt jezelf een beetje ambassadeur. Hoe noem je jezelf? Misschien weer een wereldburger. Dat zou dan misschien toepasselijk kunnen zijn. Ja? Ja. En hoe zie jij dat dan, dat wereldburgerschap? Waarom is dat belangrijk? Nou, het is belangrijk in de zin dat je hebt natuurlijk Nederlandse waarden en normen meegekregen. Via mijn familie, et cetera. En ook via het onderwijs. Maar die draag je dan ook wel mee in andere landen waar je dan in gesprek gaat. En ook in een werkomgeving toch wel verrijkend te werk kunt gaan, zeg maar. Ja. Mooi. We gaan even naar de tafel achter jou, want daar zit Mirjam via de inbelverbinding. Mirjam, waar bel jij vandaan? Ik bel vanuit Den Haag. Oké, Den Haag. En wat is jouw taak? Ik ben daar secretaris-directeur bij de Onderwijsraad. Oké. En als Onderwijsraad, zeg maar, dat wereldburgerschap, is dat ook voor... spreekt dat jou ook aan? Zeker. Een tijdje geleden heeft de Onderwijsraad geadviseerd over het belang dat alle jongeren, dat hebben we toen internationaal competent genoemd, het onderwijs verlaten. Ja. Om ervoor te zorgen dat je effectief kunt functioneren,
in een internationale context. En dat is zeker niet alleen in het buitenland, maar ook hier in Nederland. Want de kans is groot dat als je een baan hier hebt, dat je te maken hebt met een internationale context. Dat kan gaan om klanten, om informatie, maar ook om collega's die een andere achtergrond hebben dan de jouwe. De reden dat ik hier vandaag zit is dat als er nou een organisatie is die het belang onderkent van dat internationaal competent zijn of intercultureel bewust zijn, dan is het NOB. Het reguliere onderwijs, zou dat iets kunnen leren van de expertise van NOB? Ja, ik denk het wel, want veel van de scholen in het netwerk hebben inhoudelijke programma's die een bijdrage zouden kunnen leveren aan de internationale leerinhoud van de reguliere scholen hier. Maar ik denk ook aan iets als bijvoorbeeld taaldidactiek. Omdat docenten veel ervaring hebben met kinderen die opgroeien binnen een gezin waar één van de ouders een andere taal heeft. En daarvoor hoef je ook niet ver naar het buitenland te gaan. Dus ik denk aan dat soort programma's, maar ook aan iets wat nu actueel wel heeft gespeeld in tijden van corona. Zag je hier ook wel de worsteling van docenten die eigenlijk nooit op afstand zijn van elkaar en veel professionaliseren met elkaar. Hoe doen wij dat nou op een goede manier als we dat niet op school mogen doen? En als er nou een organisatie is die goed is in het onderhouden van netwerken en het zorgen voor, je bent een team op afstand van elkaar. Ja, ik denk dat NOB op dat vlak ook echt iets te bieden heeft en veel ervaring heeft voor reguliere scholen in Nederland. Mooi, helder. Ik ga eventjes door naar Paul van Meenen. Paul, goedemiddag. Ook via de inbelverbinding. Je zit ook keurig aan een schoolbankje, hoor. Ja, ik zie het, ja. Bekend voor. Waar belt u vandaan? Waar bel jij vandaan? Nou, zeg dus jij. Uit de Tweede Kamer. Oké. We hebben hier vandaag een paar debatten. Onder andere over de Europese top morgen. Ja. Maar ook over coronabeleid. En dat is eigenlijk de laatste dag dat de oude Kamer nog in deze samenstelling vergadert. Ja. En volgende week is er een nieuwe Kamer. Want voor de mensen die het niet weten, u bent Tweede Kamerlid voor D66. Gefeliciteerd allereerst met de overwinning vorige week. Dankjewel. Jullie ook gefeliciteerd met het 40-jarige. Met het 40-jarige. Nou ja, het is één groot feest is het vandaag. U heeft zich ook ingespannen speciaal voor het Nederlands onderwijs in het buitenland. Waarom? Nou, kijk, ik heb mijn hele leven in het onderwijs gewerkt. Ik ben eigenlijk een wiskundeleraar. Ik ben van alles daarnaast ook nog geweest. Ik ben eigenlijk alles geweest behalve conciërge. Ik heb 33 jaar in het onderwijs gewerkt. En vooral met de intentie om ieder kind de beste kansen te geven. En als je daarover nadenkt, dan komen er veel kinderen daar nog in tekort. Maar dat geldt, die beste kansen, die gun je aan ieder kind. En dus ook aan kinderen, Nederlandse kinderen, die in het buitenland zijn. Want als we hen bijvoorbeeld, het kwam net al even aan de orde, een goede terugkeer in het Nederlandse onderwijs willen geven, dan moeten we wel zorgen dat wat zij doen in het buitenland, zolang ze daar zijn, dat aansluit op het onderwijs zoals dat hier is. Anders zet je ze echt op achterstand. Dus vanuit het idee, geef ieder kind de beste kansen, dan geldt dat dus ook voor de kinderen die hier in het buitenland zijn. En dat moet dus ook juist gewaarborgd blijven? Ook vanuit politiek Den Haag? Ja, precies. Geen vanzelfsprekendheid. Hè? Er zijn natuurlijk sowieso politieke partijen die het liefst Nederland als een soort afgesloten eiland zien. Nou ja, dat zijn we niet. Maar D66 is in ieder geval een partij die altijd internationaal denkt. Maar NOB is bepaald niet veilig. En er zijn verschillende momenten geweest waarop de bekostiging voor het onderwijs, maar ook voor de inspectie op dat onderwijs, dat is ook van belang om die kwaliteit goed te waarborgen, dat in gevaar kwam. En we zijn er elke keer in geslaagd om dat dan wel weer voor een bepaalde tijd te waarborgen. Daar zullen we ons nu ook uiteraard weer voor inzetten, zodra dat weer nodig is. Ja. Dank voor uw inspanningen en voor deze mooie woorden. Ga even door naar Koen. Hallo. Vanuit Vlaanderen. Inderdaad. Ook jij spant je enorm in voor het taalonderwijs. Ja, absoluut. Dat is ontzettend belangrijk. Dat ondersteunen wij vanuit onze organisatie Vlamingen in de Wereld. Ja. Je moet weten dat het emigreren, het expatriëren, heeft een evolutie gekend. In die zin dat mensen gaat minder lang naar het buitenland. En als je je dan inbeeldt dat
veel gezinnen naar het buitenland gaan, dan overheersen twee vragen. Enerzijds het partnervraagstuk, anderzijds eigenlijk de kwaliteit van het onderwijs. Welke school kies ik? Welke onderwijsvorm kies ik? En net omwille dat mensen terugkeren, Vlamingen, Nederlands, is ook dat moedertaalonderwijs belangrijk. Dat gaat om cultuur, maar dat gaat ook over educatie. Educatie omdat, zoals Paul daarnet ook zei, vroeg of laat stromen die leerlingen opnieuw in het reguliere Vlaamse of Nederlandse onderwijs. En dan is het belangrijk dat ze een deskundige kennis hebben van dat Nederlands. En dan spreek ik over jong en oud. Niets is zo fijn voor een ouder na een instroom om na 2-3 dagen te merken oh, mijn kind, mijn zoon, mijn dochter is gelukkig op de nieuwe school. En dan is die kennis van die moedertaal heel belangrijk. Maar het geldt ook voor oudere kinderen, jongeren, studenten die doelbewust kiezen om aan een Vlaamse of een Nederlandse universiteit te gaan studeren, omwille van de kwaliteit. En dan is het belangrijk dat ook zij die kennis van het Nederlands hebben. Moedertaal is voor mij kapitaal. Kapitaal. Helder. Ook weer mooi gesproken, niks aan toe te voegen en ook eigenlijk niks nog om daarover door te vragen. Heeft een van jullie nog een laatste boodschap, een laatste message? A last message? Last message? Ja. Yeah. I would say that employers should not underestimate the importance of good education if they are relocating or want to expand abroad. They should really look at what that country offers and look at the quality, because losing people because of poor education is a big cost to a business, and it's unfortunate. You lose knowledge, you lose expertise. So I think it's very important to look at this. Okay. Ja, ik wil ook nog aansluiten bij wat een van de ambassadeurs in de introductie eigenlijk zei. Wij zijn als Vlamingen en Nederlanders in het buitenland allemaal ambassadeurs. Wij zijn eigenlijk levende visitekaartjes van ons land, van onze regio. En dan heb ik het niet enkel over volwassenen, maar ook kinderen. Kinderen die vertellen in het buitenland over Nederland, over Vlaanderen, maar als ze terugkomen ook vertellen over dat buitenland, ja, dat zijn wereldburgers. Dat zijn mensen, kinderen die de wereld een stukje groter en ruimer maken. En daar genieten we allemaal van als twee toch wel internationale regio's, Nederland en Vlaanderen. Okay. Ik zou heel graag nog even met jullie doorpraten. En heel graag ook nog eventjes een reactie van het panel vragen. Panel, gaat het nog goed? Doe even duimpjes. Ja? Maar dat gaan we niet doen. Want, dames en heren, als we een tromroffel hadden of trompetgeschal, dan hadden we dat nu kunnen instarten. Dat gaan we niet doen. Ik ga wel eventjes aankondigen. Het is zover. Want speciaal voor het 40-jarig jubileum van de Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland is hier een speciale boodschap van Hare Majesteit Koningin Maxima. Wat mooi dat de Nederlandse taal in zoveel landen leeft. Dat is aan jullie te danken. Aan de docenten die met liefde en aandacht lesgeven. Aan de leerlingen die er moeite voor doen naast hun andere schoolwerk. Aan de ouders die het Nederlands belangrijk vinden. En al die anderen die helpen om het onderwijs mogelijk te maken. Naar een ander land verhuizen is een spannend avontuur. Maar het is niet altijd gemakkelijk, vooral niet in het begin. Je mist je familie en vrienden. Een andere taal, andere gewoontes, een ander onderwijssysteem. Daar moet je aan wennen. Maar die ervaring geeft je ook iets extra's. Want zo raak je thuis in meerdere culturen. Ik vraag wel een ondernemende houding om je weg te vinden in verschillende landen. Maar daar heb je je leven lang plezier van. Daarom is het belangrijk om de Nederlandse taal en de daarmee verbonden culturen niet los te laten. Misschien kom je over een paar jaar weer terug en dan kun je hier snel weer meedoen. Misschien blijf je langer in het buitenland of woon je daar permanent. Dan heb je een breder blik op de wereld gekregen, mede dankzij het onderwijs. Het afgelopen jaar was voor iedereen moeilijk. Corona heeft veel plannen in de war gegooid. En lessen geven en volgen via video is zeker niet altijd gemakkelijk. Ik ben daarmee trots op alle doorzetters. De leerlingen, de docenten, de ouders, de schoolleiders. En de mensen van de NOB die jullie ondersteunen al 40 jaar lang. Want wat jullie doen is waardevol voor ons allemaal. Dankzij jullie kunnen we ons verbinden over een afstand van duizenden kilometers.
zodat we altijd kunnen zeggen, tot ziens, hier in Nederland, of waar ook ter wereld. Het laatste thema van vandaag. Onbegrensd digitaal onderwijs vanuit de toekomst. Een speciale introductie door dichter Derk Otte. Als vele dingen in het leven is het onderwijs een weg. Met vallen soms en opstaan vaker. Aan de kant met pech of met rasse schreden voorwaarts, fluitend bovendien. Als we opties van obstakels maken, als we kansen blijven zien. Als we vast durven houden aan wat we leerden, als het nog steeds van waarde blijkt. Als we het lef hebben om los te laten, als het minder bruikbaar lijkt. Als we door durven ontwikkelen, een nieuwe kijk op zaken. Wie vasthoudt, breekt en inventief is, kan een toekomst helpen maken. We moeten kiezen zonder later te kennen, met kennis van voorbij. Meerdere wegen leiden naar dromen. Welk pad kies jij? Dat van de kleinschaligheid of onderwijs mondiaal. Zo van nog wel in het klaslokaal, maar meer klas dan lokaal. Niet louter regionaal, maar wereldwijd. Communiceren in allerlei talen. De weg over de grens weten zonder te verdwalen. Of het pad van spelling en grammatica. Regels, dat is taal. Geen speling in grammatica, ben je helemaal. Dat pad is geen richting, maar een regelrechte route. Daar mag je wat van vinden, maar verder is het moeten. Misschien kies je het pad van terug naar de basis, dat waar het werkelijk om gaat. Dat degene die niet aan het woord is, die ander ook verstaat. Dat we leren formuleren en weer luisteren misschien. Dat we allemaal verhalen hebben, maar ze ook overbrengen. Misschien hoeven de paden elkaar niet uit te sluiten als het om verbetering gaat. Of is als je taal omdraait, dus als je dat maar laat. Taal is en-en. Taal is springlevend en beweegt met alle dingen mee. Wat we gisteren nog belangrijk achten, is wellicht morgen weer passé. Dus dienen we vandaag te kijken vanuit ons taalgevoel. Lezen en schrijven zien als middel en ook spreken niet als doel. Zinnen als bouwstenen voor de communicatie, met woorden als cement. Alfabetten als bindmiddel, taal als creatief instrument. Dicht bij huis en verder weg, allebei goed voor een deel. De taal van de toekomst is met één klik thuis intercultureel. Iets om grensverleggend mee te spelen. Aan de basis heb je een heleboel. Maar voor wie zich wil blijven ontwikkelen, wordt taal vooral een tool. Iets om gedachten en gevoelens weer ouderwets mee te gaan uiten. Juist in een groeiende online wereld gaat dat boekjes te buiten. Boeken te boven, zonder dat letters verdwijnen. De techniek staat al voor niks. Maar het is geen toeval dat het woordje taal in digitaal besloten zit. Al die ontwikkelingen, zoveel keuzes, maar voor wie kansen ziet... Kennis van voorbij hebben we al en later overkomt ons niet. We kunnen nu al kiezen dus, door met elkaar te werken. Te weten dat ogenschijnlijke tegenstellingen elkaar juist kunnen versterken. Vasthouden, loslaten, nieuws bedenken en meebewegen. Al die ontwikkelingen, zoveel keuzes, grote dromen, meerdere wegen. Dankjewel. Dichter Derk Otte. En een verse klas is aangeschoven. Voordat we met jullie gaan kletsen, gaan we eerst nog heel eventjes naar huis. Naar thuis, dan wel kantoor, dan wel school. Waar jullie allemaal zitten te kijken in al die landen over de hele wereld. Dus pak nog eventjes die Mentimeter erbij. Log nog eventjes in als je inmiddels al uitgelogd was. Want we hebben de volgende vraag aan jullie. De volgende stelling eigenlijk. Nederlands als vak bestaat over 20 jaar niet meer. Dat is de vraag. Nederlands als vak bestaat over 20 jaar niet meer. Eens zegt 5%, oneens zegt 95%. Wie zegt hier eens? Wie zegt hier oneens? Dat is een beetje eens en een beetje oneens. Nou, daar gaan we het zo meteen over hebben. Vraag 2 voor thuis is... Alles wat geautomatiseerd kan worden, hoeven we niet meer te leren. Dus alles wat geautomatiseerd kan worden, hoeven we niet meer te leren. Dus bijvoorbeeld spelling, grammatica, vreemde talen, vertalen. Dat kan allemaal online en digitaal natuurlijk. Dus, dat is 100%. Daar komt toch eens komt er toch ook nog bij. Robots en automatisering nemen de rol van taalleraar grotendeels over in de toekomst.
Wat zeggen jullie hier in de klas? Nee, Sharon zegt nee. Freddy? Niet zo. Niet zo. Chris ook een beetje? Een stukje wel. Een stukje wel. Gaat wel veranderen. Dus eigenlijk klopt, zoals die nu is, klopt die ongeveer wel. Een beetje voor 80%, ja. 80% niet en 20% misschien dan toch ook weer wel een beetje. Ja? Oké. Okay. Hartstikke mooi. Welkom klas. We gaan kletsen over, over de toekomst van digitaal onderwijs. Zo ongeveer. Ik begin eventjes bij Freddy. Welkom. Hoe moet ik je nou voorstellen als... Want je zit een beetje tussen een oude baan en een nieuwe baan. Ja, je zegt wel eens in-between jobs. Maar het is eigenlijk precies het omgekeerde. Want ik ben nog heel erg bezig met de oude baan, maar ook bezig met de nieuwe baan. Wat was de oude baan? Ik ben nu nog steeds directeur van NUFIC, de Nederlandse Organisatie voor Internationalisering en Internationale Samenwerking in het Onderwijs. En wat wordt de nieuwe baan? Ik word voorzitter van de PO-raad, de sectororganisatie in het primair onderwijs. Gefeliciteerd met je nieuwe baan. Wanneer ga je bij primair onderwijs beginnen? Formeel 15 april, maar ik begin stiekem al een paar dagen eerder. Niet verder vertellen. Een kleine teen is al een klein beetje aan het... Wat neem je mee? Bijvoorbeeld alles wat we vandaag bespreken. Hè? We hebben het over NOB, we hebben het over taal. Wat neem je daaruit mee naar je nieuwe baan? Nou, ik ben vorige week benoemd door de leden van de PO-raad. Ja. En ik mocht toen ook een toespraak houden tot de leden. En toen heb ik gezegd dat ik er wel van overtuigd ben dat ook voor de toekomst van het primair onderwijs wereldburgerschap en meertaligheid heel erg belangrijk zijn. Dat neem ik ook heel erg mee vanuit mijn huidige baan. En ik denk dat punt ook hier heel vaak naar voren kwam. Tot de koningin aan toe. Zeker. En daar, Sharon, ik zie jou ook al meteen knikken. Meteen. Want jij je bent zelf ook meertalig? Ik kom uit Engeland, maar ik woon al 20 jaar in Nederland. Oké. Okay. En ik doe onderzoek naar meertaligheid. Bij de Universiteit Nijmegen? Ja. Toch? Ja. Ja. Wat is het belang volgens jou? Kan je ook aansluiten bij wat er allemaal is gezegd al? Ja, ik zie heel veel overeenkomsten tussen wat in het buitenland gebeurt en wat er in het, hier in het binnenland, maar in Nederland gebeurt of zou moeten gebeuren. Namelijk, je ziet wel dat de kinderen in het buitenland, die krijgen Nederlands als het is een minderheidstaal eigenlijk, dus krijg je daar les in. Het wordt heel erg gewaardeerd, dat is heel erg goed. Ik denk dat wij ook hier in Nederland ook meer moeten gaan kijken naar de minderheidstalen die hier zijn en die ook ondersteunen. Dus de meertaligheid van alle leerlingen waarderen, evenveel waarderen. Zodat de kinderen daar alle talige en culturele kennis die ze hebben, zodat ze daarvan kunnen profiteren. Maar Sharon, dat gaat toch gewoon via de vertaal-apps en via de wel... Nee, kijk, dat is prima als je... Het is zeker een heel goede middel om te helpen. Ja. Als je op straat bent, ik gebruik hem ook. Ik kom ook wel eens niet op de Engelse woorden. Ik ga het toch wel in DeepL intikken, zodat ik het in het Engels weet. Dus prima, het is heel erg goed. In het les wordt het ook ingezet. Ook in les voor nieuwkomersonderwijs, dat weet ik ook wel. Maar communicatie is veel meer dan dat. Hè? Dus dat kan helpen, maar dat gaat niet echt communicatie en taalonderwijs vervangen, lijkt mij. Oké. Okay. Chris, ik zie dat. Ja, heel veel. Vanuit uw organisatie, de Taalunie. Ja. U zit er een beetje dubbel in, lijkt het wel. Helemaal niet. Nee? Ik zit er helemaal in. Zeker. Ja hoor. Ja, nee, kijk, als Taalunie zijn we natuurlijk bezig met de taal, met het Nederlands. Maar wij zijn vooral bezig met iedereen taalcompetent. In 2017 hebben we met alle spelers in het veld daar een advies over uitgebracht. De ministers hebben dat erkend. En dat zit nu ook al in de einddoelen, in de leerdoelen in Nederland en Vlaanderen. En dat is heel belangrijk, want taalcompetentie is meer dan geletterd zijn. Dat is ook visueel geletterd zijn, dat is functioneel geletterd zijn. Dat is heel veel. En artificiële intelligentie kan ons helpen. Die vertaal-apps, ja, alsjeblieft, graag. Wij helpen die ook uitbouwen. Wij ondersteunen heel veel tools voor het onderwijs. Maar ze zullen de ziel van het communiceren niet kunnen vervangen. Want een computer heeft nog altijd geen ik.
Nee, maar we hadden net de stelling Nederlands onderwijs bestaat over 20 jaar niet meer. Daar was u niet volmondig. Nee, omdat ik denk dat het vak Nederlands een heel interessante toekomst kan hebben. Omdat iedere taalcompetent betekent dat we ook taalcompetente leraren zullen hebben. En dat zijn niet alleen onze leraren Nederlands. Dat zijn alle leraren. En die leraar zal de motor zijn voor de communicatie. De motor voor dat Nederlands, voor taal, voor welke taal ook. Ja, jullie zitten heel erg in ook op technologie. Een klein beetje wel, ja, tuurlijk. Dat is een van onze 5 aandachtsgebieden. Maar de technologie is een tool, is een hulpmiddel. Ja. En dat hulpmiddel kan heel veel. Ook voor mensen met visuele beperkingen of met auditieve beperkingen. En die hulpmiddelen moeten we goed inzetten. Ja. Dus little artificial intelligence is heel belangrijk. Maar de grote artificiële intelligentie zal taal niet kunnen vervangen. Geen enkele taal. Oké. Freddy? Meens? Ja, ik... Ja? Ik vind het heel moeilijk om te zeggen hoe taal zich gaat ontwikkelen. Maar ik denk wel dat het heel belangrijk is dat je een basis nodig hebt. Hè, waar je vandaan komt. Je moedertaal. Welke taal dat dan ook is. Dat ook een plek heeft in je verdere ontwikkeling. En alleen daarom denk ik dat Nederlands belangrijk is. Maar ook andere moedertalen. Ik kom zelf oorspronkelijk uit Friesland. Ik vind de Friese taal heel erg belangrijk. En ik vind het belangrijk dat daar die meertaligheid heel veel aandacht krijgt. Wat is nou volgens jou een punt waar, een belangrijkste aandachtspunt voor de komende jaren? Ja, waar wij heel erg voor staan, en ik heb dat gelukkig ook al gehoord eerder in de uitzending, is dat het belangrijk is dat alle leerlingen, alle studenten, internationaal competent het onderwijs verlaten. Ja. He, dus dat ze weten om te gaan met andere culturen, met andere talen, want dat zullen ze de rest van hun leven nodig hebben. Internationalisering is ook geen doel op zich, maar het dient hogere doelen. Het bereidt je voor op de samenleving van de toekomst, de arbeidsmarkt van de toekomst. En het kan ook bijdragen aan uiteindelijk een vreedzame internationale betrekkingen. En ik denk dat we daar ons heel sterk voor moeten blijven maken. Oké. Linde? Directeur NOB, we hadden je natuurlijk al gezien, maar ik zeg het toch nog eventjes. Ja. Heel veel ontwikkelingen. Hoe zorgen jullie er nou als NOB voor dat het zich, in jullie ogen in ieder geval de goede kant op ontwikkelt? Ja, dat kan NOB natuurlijk niet alleen. Dat is bij uitstek iets, denk ik, dat je samen moet doen. Ik denk dat we in Nederland en in Vlaanderen wel gezegend zijn met een aantal hele bijzondere organisaties met hele specifieke expertise. Dus ik denk als je dat bij elkaar brengt en die krachten bundelt, dat je dan samen een veel mooier pad naar de toekomst kunt uitzetten. Ik denk wel dat het belangrijk is dat we daarin niet alleen de bekende spelers meenemen, zoals TaalUnie, NUFIC, universiteiten, de PO-raad, de VO-raad. Maar dat je ook kijkt naar nieuwe spelers. Dus mensen die juist op dat technologische vlak heel goed onderlegd zijn. Want als je kijkt naar social media, de game-industrie, edutainment, dat zijn echt mensen die heel goed weten hoe je jongeren gemotiveerd kunt krijgen, ook voor het leren van taal. Want als je kijkt bijvoorbeeld naar het gamen, kinderen van 8, 10 jaar, die spelen die spellen over de hele wereld. Die laten zich door taal absoluut niet hinderen, zou ik bijna willen zeggen. Dus ik denk dat je er goed aan doet om met de bekende partijen die expertise hebben op pedagogisch, didactisch vlak, op het terrein van taalleren, meertaligheid, maar dat je ook nieuwe partijen betrekt die juist veel meer bekend zijn met die technologieën en weten hoe je die jongeren ook enthousiast kunt krijgen. Want daar hebben we in de afgelopen jaren toch ook wel een beetje een probleem gehad. En misschien ook een imagoprobleem met de Nederlandse taal. Dat veel jongeren minder enthousiast werden. En dat kun je, denk ik, met nieuwe partijen, samenwerking, kunnen we, een hele goede toekomst voor taal, taalonderwijs, de Nederlandse taal, meertaligheid realiseren. We gaan even naar het panel om te kijken of dat zij hier nog iets over te vragen of te zeggen of op te merken hebben. We gaan eerst eventjes, we zijn er weer, we zijn er weer. Naar wie zullen we eerst, eigenlijk wilde ik eerst eventjes naar Anne.
Kan dat? Ja hoor. Hé, hey, daar zijn we. Als u dit zo vandaag allemaal hoort en voorbij hoort komen, wat is dan uw... Mij stemt het heel vrolijk, positief en optimistisch. Hoe is dat voor u? Absoluut, ik ben daar helemaal mee eens. En daarom zou ik willen roepen, maar ik ga het stilletjes houden, hiep hiep hoera voor NOB, hiep hiep hoera voor die 1100 leraren, maar ook hiep hiep hoera voor al die ouders die hun kinderen naar een NOB-school sturen. Ik ben namelijk ook CNAVT-examinator en een paar jaar geleden kreeg ik een telefoontje van een laatstejaarsleerling die naar een Parijse school ging. Hij antwoordde... Hij sprak in perfect Nederlands eigenlijk en ik dacht, goh, dat wordt een fluitje van een cent, dat CNAVT-examen. Maar toen hij bij mij kwam, bleek al heel snel dat hij een vogel voor de kat was, om het oneerbiedig te zeggen. Hij zou nooit voor dat examen kunnen slagen, om de eenvoudige reden dat hij nooit naar een Nederlandstalige school geweest was. Hij had dus nooit in het Nederlands moeten schrijven. En toen ik hem de uitslag van zijn CNAVT-examen meedeelde, wist hij op dat moment dat zijn hele toekomst die hij voor ogen had om in Nederland of in Vlaanderen te gaan studeren, dat dat niet meer mogelijk was. En hij heeft dus toen op dat moment moeten beslissen om in Parijs te blijven en daar aan universitaire hoger onderwijsopleiding te beginnen. Dus hiep hiep hoera voor NOB, voor alle leraren, voor alle leerlingen, maar ook voor al die ouders. Dank je wel. Zij maken het verschil. Dankjewel, Anne, dankjewel, dankjewel. We gaan even, ik zie Karen, zie ik al juichen. We gaan even naar Karen, ja? Nee, ik ben het helemaal eens met Anne. Ik heb natuurlijk ook enige tijd mogen proeven aan het leven en werken bij NOB. Zowel met mijn kinderen in het buitenland als bij NOB zelf. En volgens mij hebben we dat eerder al gezegd, met name die internationale competentie, dat wereldburgerschap, dat is volgens mij iets waar we allemaal wat aan hebben. En ik vond ook heel mooi dat alle kinderen ambassadeurs zijn als ze terugkeren of als ze in het buitenland zijn. En dat is wel eentje waarvan ik denk, ik hoop zeker nog 40 jaar NOB door. Want volgens mij gebeuren er mooie dingen over en weer internationaal. Dus... Woehoe. Dankjewel Karen en dankjewel, dank jullie wel, heel panel. Blijf nog heel eventjes, want we gaan zachtjes over tot de afsluiting. Want de tijd zit er bijna op. Ik wil nog even aan jullie vragen, hebben jullie nog een laatste boodschap, een laatste iets wat jullie ik begin even bij de dames, Freddy natuurlijk. Sharon, heb jij nog een laatste? Ja? Nou, ik dacht, weet je, één, we hadden het over die vertaalapps, maar we hebben nu natuurlijk de afgelopen jaren zien we nu allerlei andere technologie ontdekt waarmee wij de hele wereld over kunnen communiceren. We zien wel dat vanuit dat mensen in het buitenland Nederlands kunnen leren. Ik hoorde ook wel met een jonge dame, meertalige dame die ik laatst sprak, dat haar broertje nu Arabisch leert van mensen in Londen. He, dus het werkt, ik zeg het wederom, het werkt beide kanten uit. En ik denk dat die crosstalk, dat moeten we nu gaan ontdekken. Staat genoteerd. Chris? Ja, en die taalcompetentie, hè, dat is wat ons wereldburgers maakt. Ja. En dat is wat onze taal echt een taal met een hart maakt. En dat vind ik heel belangrijk. En mooi. Dus gelukkige verjaardag in NOB. Freddy? Ja, ik moest nog even nadenken over wat Linde zei. Ik denk dat heel erg waar is. Ja. Namelijk dat je nieuwe partners moet zoeken als de wat traditionelere organisatie die al wat langer bestaan. Om ook mee te kunnen gaan in die nieuwe ontwikkelingen. Maar ik zou er één ding aan willen toevoegen. Namelijk dat de organisaties zichzelf er ook heel erg in kunnen vernieuwen. En dan sluit ik aan bij Karen Peters, die zei, NOB verdient nog 40 jaar, minstens. En dat gun ik NOB ook zeer. En dat lukt natuurlijk alleen als je als organisatie ook blijft ontwikkelen. Ik denk dat dat heel erg goed gelukt is de afgelopen 40 jaar. En ik wens NOB toe dat dat ook de komende 40 jaar weer gaat gebeuren. Mooi. Linde, kom erbij. Want we gaan zachtjes afsluiten. Zo deze dag. Blij? Ja. Heel blij. Ik zal heel eerlijk zeggen dat ik vanmorgen wel met een beetje buikpijn opstond. Want je bent toch altijd een beetje nerveus voor zoiets. Maar ik heb vanmiddag eigenlijk echt genoten. Ik vond het heel leuk. Ik vond het geweldig ook een feest om naar al die verhalen te luisteren. Al die standpunten van iedereen. Dus
Een hele mooie middag. 40 jaar, 4 thema's. Zullen we heel eventjes kort ieder thema wat jou nou het meest is opgevallen? Ja. Eerste thema, de leerlingen. De mobiele wereldburgers. Jazeker. Bijzonder waar die allemaal vandaan kwamen en hoe mooi ze ook onder woorden konden brengen wat het belang van Nederlands onderwijs in het buitenland voor hen was geweest. Het kost moeite, het kost inspanning, dat begreep ik ook. Ik vond het heel mooi dat dat ene jongetje zei van voor mij hoefde het niet zo, maar ik moest het van mijn moeder. maar je ziet en je hoort aan die verhalen dat het ook loont. Het levert iets op, je kunt er iets mee, het doet ertoe. Dus dat vond ik heel mooi uit het eerste thema. De leraren? Schoolleiders? Nou, daar zie je hoe mooi binnen- en buitenland elkaar kunnen versterken. Dat vond ik daar heel bijzonder. Want je hoort dat die leraren, ze nemen iets mee als ze naar het buitenland gaan. Wat ze vanuit Nederland-Vlaanderen meenemen. Ja. Maar ze brengen ook iets mee terug. Interculturele communicatie, kennis van meertaligheid, kennis van nieuwe curricula. Daar zouden we eigenlijk in Nederland en Vlaanderen veel meer gebruik van kunnen en moeten maken. Dus nou ja, daar liggen kansen. Die zou ik echt wel willen benutten. Oké. Okay. Dan tot de ambassadeurs. Ambassadeurs. Daar viel me toch eigenlijk op hoe relevant taal- en cultuuronderwijs ook is vanuit een economisch perspectief. Dus zowel in het buitenland als in Nederland en Vlaanderen zie je dat het niet alleen iets is dat fijn is als je wil gaan studeren, maar dat het ook op economisch vlak voor bedrijven echt een toegevoegde waarde heeft. Dus dat vond ik daar heel belangrijk om te horen. Oké. Wordt hier nu al gezegd op zijn minst nog 40 jaar erbij? Ja, zeker. En dan gaan we dat, denk ik, veel meer samen doen. Dus ik denk dat we met elkaar ongelooflijk veel kennis en ervaring hebben als het gaat om Nederlandse taal, cultuur, taalleren, meertaligheid, maar ook internationaal burgerschap. Dat wil je bereikbaar, beschikbaar maken voor alle leerlingen, ook in Nederland en Vlaanderen. En dat is iets dat we bij uitstek samen moeten doen, ook met die nieuwe partijen. Dus daar, dat gaan we doen in de komende 40 jaar. Linde, geen verjaardag natuurlijk zonder felicitaties. We hebben een kleine verrassing voor je. Nou, ik ben benieuwd. NOB wordt 40! Hoera! Gefeliciteerd! Fabien, kom pas op 40 aniversario. Van harte gefeliciteerd met jullie 40 jaar jubileum. NOB, van harte gefeliciteerd. En dit in de volle overtuiging dat de volgende 40 jaar nog beter zullen zijn. Ik wens jullie een hele, hele, hele gelukkige verjaardag. Met veel taart, veel kaarsjes en heel veel gelukswensen en heel veel succes in de toekomst. NOB, gefeliciteerd! Hippie Boera! Gefeliciteerd met jullie 40e verjaardag. Dankjewel voor het onderwijs en ga zo door. Gefeliciteerd vanuit Rusland! Hippie Boera! Nou, kijk, prachtig. Alsjeblieft, nogmaals. Dankjewel. Dank. Heel erg gefeliciteerd. Dank aan jullie, dank aan het panel, dank aan iedereen thuis voor het kijken, het meedoen en het invullen van de vragen. Blijf leergierig, blijf ontdekken. Als kindercorrespondent zeg ik, blijf vooral ook luisteren naar de jeugd. Dank voor het kijken, mooie middag, avond, ochtend, rest van de dag, nacht. En heel graag namens iedereen hier. Tot ziens. Tot ziens.